do 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 do. Hey baby, honey, darling, sugar plum, sweetheart, my love, my life, my lullaby. What is the world coming to today? I sort of forgot the lyrics, but I don't care anyway. Hey, hey, hey. Oh, babe, you're such a hey-hey, you've got such enormous moons, and I'd like to nanny-nanny-na with you. And you people are a bunch of lie-de-di-de-di-di-di-di-di-di-doo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because and the fish and the sound of silence. God bless you, please, Mrs. Jesus. Hey, hey, hey. Lie, 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 lie. Thank you. Ik heb weer drie gasten uitgenodigd die zelf min of meer onderdeel van het nieuws waren. Allereerst is hier de man die eigenlijk min of meer bekend is als de broer van... Jawel, hier is Martin Fortuyn. En dan entertainer, acteur, zanger, Rotterdammer Gerard Cox. Ja, ja, meneer Cox. En ik heb de fractievoorzitter van het CDA, Maxime Verhagen. Gerard Cox, ik wil met u beginnen. Groot alarm, want deze week stond in de krant aan het begin van de week dat die populaire serie Toen Was Geluk Heel Gewoon van de buis zou verdwijnen. Ja, Jack, je weet hoe dat gaat, hè? Je hebt 1,5 miljoen kijkers. Ja. En dan moet je wijken, ja, voor een kookprogramma of een faceliftprogramma, want dat is weer het nieuwste. Of een ik ken hele gaar niet zingen, maar ik heb toevallig een leuke brilprogramma. Ja, ja, ja. U kent ze wel. Ja. Maar de kou is uit de lucht. Ja, na honderden woedende telefoontjes van oude vandaag. Ja, heb ik gelezen in de krant. Boze, ja. Dat waren kijkers die gebeld hebben. Nee, dat waren de makers. Oh. Nou goed, niks aan de hand dus. Want het programma gaat gewoon nog jaren door. Klaar? Ja, vader, moet je naar eens luisteren. Heb je me daarvoor helemaal hier naartoe gehaald? Ja? Ja. Ben ik helemaal van Jan Joker gekomen naar Amsterdam? Nou. De stad waar het zogenaamd allemaal gebeurt. Nou. Kom op, als ik zeg. Amsterdam hoort, dan heb ik al een wielklem. Nou, ik moet zeggen, meneer Cox, wij kijken binnen het CDA allemaal. Hè? Die hele serie die ademt die frisse sfeer van de jaren 50. Die hele wederopbouwtijd met het werken, werken, werken. Mensen hebben geen tijd voor goede grappen. Ja, meneer Vraag, ik kom zo bij u. Ik wil eerst even naar meneer Fortuyn. Welkom, Martin Fortuyn. U kwam in het nieuws omdat u bezwaar maakte tegen de opvoering van een nieuwe musical. Die heet Doop, waarin Volker van de G verheerlijkt zou worden. Ja, en dat is een ongehoord schandaal. Hè? Ja. Want deze ongegeneerde lijkenpikkerij bezoedelt de nagedachtenis aan wijlen mijn overleden broer zaliger. Ja. Dus ik ben onmiddellijk in actie gekomen. Ja, wat heeft u gedaan dan? Nou ja, zoals dat in kringen van de LPF te doen gebruikelijk is, heb ik eerst Spong en Hammerstein gebeld. Ja. En toen heb ik onmiddellijk de pers erbij gehaald. Ah, en? Ja, nou, dan kreeg het hele mediacircus weer over me heen. Ik denk, houdt dat dan nooit op? Ah. Maar goed. En toen heb ik opgeroepen tot een boycott. Ja? Ja, en toen dacht ik, nou, misschien wel een ideetje om even me te informeren waar het eigenlijk allemaal over gaat. Ja, want u had het helemaal nog nooit gezien, hè? Nee. En toen was u geweest en toen las ik dit in de krant. Martin Fortuyn zwakt kritiek op musical af. Ja. Want?
ging helemaal niet over Volkert van de G. Oh nee? Het ging over Wally van de V. Wally van de V, wie is dat? Geen idee. En Wally van de V leek ook helemaal niet op Volkert van de G. Huh? Huh? Had alleen in de eerste 5 minuten al meer tekst dan Volkert in 1,5 jaar. Ja, ja. Maar ja, kortom, een storm in een glas water en dan weer gewoon een hoop mediastampijen voor niks geweest. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed, nou, ik ga dan even naar die gast. Meneer vragen, we hebben het allemaal gelezen, hè? Jaap de Hoofd Scheffer gaat dan toch naar de NAVO. En dan las ik in de krant dat u de meeste kans maakt om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Ja, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Mijn gezin heeft het liever niet, dus dat is absoluut niet aan de orde. Ja, maar dat zei Jaap de Hoofd Scheffer ook altijd, maar... Ja, dat is een, ik zie dat u uw telefoon heeft meegenomen. Ja, dat is een gouden tip van Jaap de Hoop Scheffer. Als iets absoluut niet aan de orde is, wel altijd je telefoon meenemen. Ah, ja. Wij hebben immers beloofd als CDA-zijnde dat we zouden komen met een voortreffelijke kandidaat. Ja. En ja, ik heb natuurlijk wel 20 jaar in het buitenland gewoond. Ja, ja. Japan, Amerika? Limburg. Ah ja. Ja. Ik wil even naar verheugend nieuws. Volgens het rapport van de commissie Verwij ligt de integratie van minderheden op schema. Ja, nou de buitenlanders nog, hè? Nou ja, nee. Echt eerlijk, het is hier. Verwij, integratie loopt op schema. Ja, dat is een beetje het probleem met de buitenlanders. Ze liggen de hele dag maar een beetje op hun schema. Maar iedereen met ogen in zijn hoofd kan toch zien dat de integratie niet volgens plan verloopt. Dat gaat bijzonder slecht, hè? En dan denk ik, als ik dat dan zo zie, we zijn gewoon weer terug in tijden van oude politiek. Alle feiten die onwelgevallig zijn, worden gewoon weer onder het politiek correcte kleed geveegd. Zo is het wel. En dan denk ik op zo'n moment, is Pim dan voor niks gestorven? Wie zegt u? Nou, meneer Vragen, ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat meneer Fortuyn hier toch wel een punt heeft. Dat ben ik absoluut niet met u eens. Het is wel degelijk zo dat wij binnen het CDA het beestje bij de naam durven noemen. Nou, gaat uw gang. Wie wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Dat is op dit moment even niet aan de orde, ja, maar het is wel zo dat wij binnen het CDA met een heel ferm en duidelijk standpunt komen over de moslim-Barbie. Oh, daar heb ik iets over gezien. Kan dat? Suzanne is van een moslimpopje. Ja? Ja, wij vinden integreren begint bij de jeugd. Dus die moeten met gewoon speelgoed spelen. Kijk, dit is dan een speciale moslim Barbie. Ja. En ja, het is heel leuk. Je kunt waarschijnlijk allerlei kleertjes over elkaar heen aandoen. En ze loopt waarschijnlijk 3 meter achter moslim Ken aan. En als je op de rug drukt, dan kan ze waarschijnlijk praten. Ja. Maar, ja. Alles behalve Nederlands, neem ik aan. Kijk, hier hebben we er. Ah, ja. Hartstikke leuk popje. En er zit ook een heel leuk setje met accessoires bij. Er zitten 2 volle Aldi-tasjes bij waar je mee kan. En je krijgt er ook een Ford Transit krijg je erbij. Daar kunnen er 10 in. En dan kunnen ze dus elke zomer terug naar de speelgoedwinkel op een herkomst. Meneer Vragen, wat u nu doet is gewoon... Alle vooroordelen, ja mooi, dat zat eronder, zie ik. Ja. Maar wat u nu doet, is alle vooroordelen bevestigen. U zou dit 3 jaar geleden niet hebben durven zeggen. Nou, dat is juist die frisse wind die door Nederland waait. Ja, ik wil even naar iets anders. Er is een nieuw tv-programma. Nou, nieuw. Maar luister eens, Spijkerman, dat is helemaal bij elkaar gejat. Hoezo? Er wordt daar in dat mediapark in Hilversum wordt er meer bij elkaar gejat... als op het hele Centraal Station in Rotterdam. Ja, ja. En dan moet je van goede huizen komen. Ja, ja. Oké. Behalve toen was geluk heel gewoon. Ja. In al die jaren is er nog nooit 1 grap van ons gejat. Oh, en daar mag je best een beetje trots op zijn. Ja. Wat is dit trouwens voor geluid, Jack? Dat is mensen lachen. Dat zijn de mensen hier. Oh, doe jij dat nog met mensen? Ja. Ouderwets, joh. Ja? Wij hebben daar een bandje voor. Ah, natuurlijk. Maar goed, wij kregen een tape in handen van een nieuw programma. En dat is een nieuw programma van Nico van Eigen Huis en Tuin. Laten we even kijken. Dag allemaal. Vandaag zijn we in Hoofddorp met het klusteam. En we gaan op bezoek bij Menno en José en Job en Evelien. Evelien en José, jullie hebben mij een brief gestuurd. Want jullie willen de boel laten verbouwen. Vertel. Ja, nou, het moet er echt een keer van komen. Ja, je zit er toch al zo'n 30 jaar tegenaan te kijken. Ja, je weet hoe het is met die vrouwtjes Nico. Als buurvrouw iets nieuws heeft en wel zij het natuurlijk ook. Goed zo. Nou, jullie krijgen van mij een rood t-shirt en jij krijgt een blauwe. En dan gaan de mannen met mij wat spulletjes halen.
Nou, hij houdt van strakke lijnen een beetje. En pasteltenten. Is er licode? Beter mee eens opgelegen, joh. Zo, joh. Heb je al enig idee welke kant het op moet? Nou, ze gaan elk jaar naar Frankrijk en ze draaien de hele dag alleen maar platen van Mireille Mathieu. Dus een beetje Frans wat jou betreft. Als we het allemaal niet weten, Franse slag doen, nee. Hè? En dit komt altijd voor pas. Oh ja. Zo, die jongens zijn even boodschappen aan het doen en ik kan even heerlijk relaxen. Klaar? Ja. Dan gaan we naar de kassa. Nou, daar gaat hij dan. Voor de verdoving gebruiken we een flinke pluk watten en een lekkere slok eten. Wel belangrijk is het om af en toe even de rikketik te checken. En dat doen we met een spiegeltje. Vind je spannend? Ja, ik vind het spannend. Maar als hij het gaat doen zoals hij het mooi vindt, dan vind ik het ook mooi. Goed zo. Ga je neus met een bijt tot de lijf, gebruik dan altijd bescherming. Als je iets in je ogen krijgt, dan ben je in de aap gelogeerd. Ik zeg altijd maar zo, meten is weten. Nou, op een snelle en efficiënte manier met overbeharing te verwijderen, gebruiken we een gasbrander. We moeten dit zo weghalen. Dit sowieso. En hier dit zo. Weet je niet? Ik weet niet. En de siliconenkit smeren we netjes af met een nutvinger. Als je gaat nieten, vast is vast, hè. Niet een hele hoop vol met ijzer pompen, want ze moet af en toe op Schiphol ook nog door de beveiliging kunnen. En terwijl de dames de roes lekker uitslapen, gaan wij eens even een bakje doen, hè? Ja, en dan zijn we nu aanbeland bij het moment supreme. Hoe denk je dat het geworden is? Ik weet niet anders. Ja, hij zit stiekem te hopen op een lekker wijf, hè? Een beetje wel. Nou, laten we gauw gaan kijken. Oh, wat leuk. Al echt leuk. Ja, vind je het leuk? Heel leuk. Ja? Wat leuk. Heel leuk. Hebben jullie dat zo snel gedaan? Ja, dat is al op werk geweest hoor. Ja, ja, een beetje Frans, hè? Ja, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Jullie gaan dat toch niet stiekem veranderen als wij weg zijn? Nee, nee, ik hou het echt zo. Ik vind het echt heel leuk. Echt leuk. Ja, echt leuk. Ja. Heel leuk. Ja? Ja. Mooi zo. En dan gaan wij eens even kijken wat Menno van Evelien heeft gemaakt. Ook voor jou, Job, is nu het spannende moment aangebroken. Zenuwachtig? Ja, best wel. Nou, doe jouw ogen maar even dicht, dan gaan we ze erbij roepen. Kom maar, Evelien. Doe je ogen maar open. Denk nog een beetje bij, hè? Ja, het is echt een... Laat ze maar hardop zeggen. Het is mislukt. Nou ja, waar gehakt wordt, daar vallen Spaanders. Dit was klussen met je neus ertussen. Graag tot de volgende keer bij Eigen Huid en Kruid. Doei! Dat was zijn idee. Ik wil gaan afsluiten. Gaat u nog iets doen dit weekend, meneer Fortuyn? Nog even naar de film. Oh, welke? Pilijnen zegt sorry. Oh, en waarom die film? Nou, dan weet ik tenminste één ding zeker. Een film waarin sorry wordt gezegd gaat in elk geval niet over Volkert van de G. Dankjewel. Tot de volgende week. Dag. Deze week opnieuw drie mannen die hun licht laten schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Allereerst is hier de directeur van Schiphol, Gerlach Serfontaine. En dan filmkenner en presentator Jacques Goderi. En tenslotte de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Welkom. Welkom, heren, alle drie. Welkom. Jacques Goderi, filmkenner, criticus, programmeur voor een grote distributeur. Je zou kunnen zeggen dat je een soort hollebolle Gijs van de film bent.
Nou, niet alleen op het gebied van film, Jack. Nee, ik was van de zomer even in de Efteling. Nou, daar hoef ik maar even uitgebreid te gapen. En ik heb al een bierblikje, een patatzakje en een papieren prop in mijn mond. Ja, nou, ik heb je natuurlijk uitgenodigd. Gisteren zijn de Gouden Kalver uitgereikt. Ja, het was fantastisch, het Nederlands Filmfestival. Echt geweldig. Het gaat heel goed met de Nederlandse film. Ja. Als je alleen al bedenkt dat van de 14 prijzen die er te vergeven waren, er 14 zijn gegaan naar Nederlandse producties en Nederlandse acteurs. Het zijn Nederlandse prijzen. Dat is misschien dan niet zo'n goed voorbeeld, maar het gaat echt heel goed met de Nederlandse film. En het was een heerlijk feest, heerlijke afterparty met ontzettend lekkere hapjes. Mooi. Dan heb ik het toch niet eens over Michiel Huis. Ja, oké, meneer Gaudry. Goed, kom straks bij u terug. Meneer Cohen, ook welkom. In 2006 de gekozen burgemeester. Wat heeft u daar nou om uw nek hangen? Dit is mijn ambtsketen. Het is een fantastisch symbool voor onze fantastische stad, want als je in Amsterdam aan de brug vast zit, weet je zeker dat je binnen 2 minuten door een junk weer wordt losgemaakt. Oh, nou. Goed, maar denkt u dat u herkozen wordt? Want u bent redelijk, u bent integer, u bent onkreukbaar. Dat zijn niet de dingen waar je op scoort bij zo'n verkiezing, hoor. Nou, dat vind ik flauwekul, daar ben ik het echt niet mee eens. Nee. Ik denk dat de Nederlandse kiezer uitstekend in staat is om te kiezen voor inhoud en niet voor een vlotte babbel, of voor hoe hoog je genoteerd staat in de sterrenbeurs. Nee. Of dat soort goedkope trucs. Maar misschien mag ik even van de gelegenheid gebruik maken om u even een bloemetje aan te bieden. Ja, voor het feit dat u uw fantastische programma opneemt in Amsterdam. Dank u wel. Een geweldige stad. Ik ben ook oprecht trots een Amsterdammer te zijn. En als de Amsterdamse kiezer ervoor zou kiezen om in 2006 mij weer te vragen om burgemeester van deze fantastische stad te worden, dan zal ik dat in overweging nemen. Ja, dank u wel. Maar dank u wel, meneer Cohen. Daar zitten we nou even niet voor. It's a hard job, but a good job. Ja. Gerlach, Ser Fontaine, spreek ik het eigenlijk goed uit? Geen flauw idee. Oh. Nee, het maakt ook niet uit hoe je het uitspreekt. Als het uitgesproken wordt, komt er meestal toch een vliegtuig over en dan sta je toch niet. Nee, dat is waar. Nou ja, die overname van de KLM door Air France, dat was van de een op de andere dag volpagina nieuws. Wie heeft het nou ook over een overname? Wij spreken zelf liever van een fusie. Nou, fusie, zeg maar gerust een takeover. Zeg maar gerust een extreme takeover. Nou, nee, we hebben waterdichte garanties afgesloten en zullen er ongetwijfeld mensen zijn. Hoe waterdicht zijn die garanties dan? Zijn die zo waterdicht als een veendijk in Wildnis? Nou, nee. Ik kan u zeggen, binnen Schiphol en omgeving zijn we uiterst tevreden. Oké. Okay. Oh, dat is nou leuk dat u dat woord gebruikt, tevreden. Dat vind ik, want deze week ben ik er eigenlijk achtergekomen wat managers, topmanagers zoals u met dat woord tevreden bedoelen. Mm-hmm. Ik zag de heer Moberg van Ahold. Do you know the Dutch word verneukt? I think I understand what it means. What does it mean, do you think? If I'm verneukt, if I'm satisfied. Blij, tevreden. Dat is verneukt met een streepje erdoor. Maar goed, Ahold kwam dus deze week eindelijk met de cijfers. Hè? 1,2 miljard euro verlies. Ja, je kunt over Schiphol zeggen wat je wilt, maar ze komen wel op tijd met de cijfers. Ja, maar die zijn weer niet goed doorgerekend dan. Nou ja, ze zijn wel goed doorgerekend, maar de doorberekening komt een paar dagen later. Oh. Net als de koffers. Ja, ik dacht, ik maak hem zelf mee. Ja, want dat is deze week ook gebleken. Hè? KLM en Air France staan nummer 1 en 2 op de wereldranglijst van de vliegtuigmaatschappijen waar de meeste koffers kwijtraken. Ja, dat is een toppositie die we ook na de fusie niet snel kwijt zullen raken, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, Schiphol blijft in opspraak, want nou is dit bericht er ook weer. Huisinstallatie bij Schiphol veel te duur. De rekening 3 keer zo hoog. Altijd dat gezeik over die geluidsoverlast, meneer Spijker. Want dat wordt dan allemaal weer onderzocht en er zijn dan weer cijfers van. En, nou ja, van de zomer hadden wij dan die extra baan erbij. En dan blijkt opeens dat er extra geluidsoverlast is. Ja, daar hadden wij absoluut niet op gerekend. Nee, ja, want u rekent wel dingen uit, maar u maakt enorme rekenfouten steeds. Ja, dacht dat. Gaat u weer op die rekenfout beginnen? Dat is 9 weken geleden. Nee, 6 weken. Ach, wat maakt het uit? 9 weken. Sinds die 8e baan er is. De 5e baan. Ja, de 5e baan. U moet me niet op de cijfers pakken, nou, meneer Spijkerman. U mag blij zijn. Schiphol is het enige bedrijf waar er nog banen bij komen. Ja, dat is gezegd. Mooi. Nou, Mabel Wisse-Smit. Ja? Ja, ik ken Beatrix persoonlijk en ik denk dat hij zich op dit moment behoorlijk tevreden voelt. Ja. Maar dat is toch ook net een film? Ik had daar zo graag bij willen zijn. Ik zie dat helemaal voor me. Friso komt 's ochtends naar beneden om het ochtendblad van de mat te pakken. En die ziet daar deze kop. En Mabel ligt boven in bed en die vraagt,
Schat, staat er nog iets in de krant? Nou, Coetzee heeft de Nobelprijs. Op dat moment gaat de telefoon. Het is Hare Majesteit de Koningin Beatrix. Meneer Goudering, u verliest zich nu een beetje in uw fantasie, geloof ik. Jongeman, als ik me zou verliezen in mijn fantasie, dan zat jij hier niet zo rustig. Oranjes die zitten wel opeens allemaal in het buitenland nu, hè? Dat is altijd, als er stront aan de knikker is, dan zitten de Oranjes in het buitenland. Oh, ja, ja, ik denk dat Beatrix zo langzamerhand liever had gehad dat Fries zo thuis was gekomen met Jacques Godery. Nou, laten we een beetje rustig blijven. Laten we wel het hoofd koel houden en gewoon een beetje de boel bij elkaar houden. Het zijn misschien kut Oranjes, maar het zijn wel onze kut Oranjes. Ja, ik wil ook even zeggen dat ik vind dat we niet al te zeer in deze hype mee moeten gaan. Wie zegt ons dat die Charlie da Silva, die man waar Peter R. de Vries mee aan is komen zetten, dat een betrouwbare informant is? Ja. Een betrouwbare bodyguard was het in elk geval niet. Nee. Bruinsma is nou dood. Ja. Ik durf dat best te zeggen, want de goede man zit toch in Chili. Ja, nou ja, u weet, Air France vliegt ook op Chili, hè? Ja, maar de kans dat Charlie da Silva tegelijkertijd aankomt met zijn koffer vol blaffers lijkt me gering na de missie. Oké, nou, ik wil het filmfestival ermee over hebben. Ja, de trailing. Het gaat fantastisch met de Nederlandse film. Als je alleen al bedenkt wat er nu allemaal aan nieuwe producties dit najaar uit gaan komen. Pipo, Pietje, Bel 2, Floris, Erik of het kleine insectenboek. Allemaal van die frisse nieuwe ideeën. Ja. En als ik dan denk aan andere frisse nieuwe ideeën. Het nieuwe vehikel voor Huub Stapel, De Stijger. Ja, ja. Of dat nieuwe hoogst actuele epos, De Dominee. Waarvan ik nu alvast een deel mag laten zien. Eerwaarde vader, tot u richt zich een berouwvolle zondaar. Ik heb namelijk een relatie gehad met... Zeg het maar, mijn kind. Klaas Bruinsma. En hebt u die verhouding ook in de vlezen geconsumeerd? Ja. 60 weesgegroetjes en 3 rondjes om de kerk. Moet ik het nu doen? Ja, straks. Maar... Klaas Bruinsma was niet de enige met wie ik omgang had. Want met klaarheid van inzicht en vrije wil om dit te doen, heb ik me tevens verhouden met Desi Boutersen. Oh. En Slobodan Milosevic, Charles Taylor en Idi Amin. Daarover val je me toch wel een beetje mee. Ik ben bang dat ik de heiligmakende genade die ik heb mogen ontvangen tijdens het doopsel, dat ik die ben verloren. Want daarna ben ik gewoon verder gegaan met Bob, van Tato Bob, een pistolenpaaltje. En Ferdie, Ali, Chemicali, Udai en Kuzai. Allebei? Ja. Tegelijk? Nee. Als u het meer vooraan zegt, ik denk dat ik sorry. Nee, ik heb gewoon in mijn zondigheid en bezoedeldheid heb ik mij gericht op tot Charles Sweetert en heer Olivier. In mijn ernst, Bobby en de rest. Richard Hilhorst, u weet wel, de Bachelor. En wie nog meer, mijn kind? En Johan Frieshoven van Oranje. En verder iedereen die ik vergeten ben. Ik schenk u absolutie in naam van de heilige drievuldigheid. Mogen de genade van de Heilige Geest uw hart verrichten. Psst. Peter R. de Vries. Ik ben incognito. Ik heb genoeg belastend materiaal voor de rest van het seizoen. En u weet het. Kijk altijd naar mijn programma, dan hebt u altijd een alibi.
ik wil gaan afsluiten. Meneer Spijkerman, ja. weet u nou wat ik zo verdomde jammer vind? Ja. Is dat we in Nederland gewoon nergens meer trots op kunnen zijn. Want de KLM die is verkocht. Ja. Met Ahold gaat het slecht. En met Ajax, een fantastische club van een fantastische stad natuurlijk. Maar die scoren doelpunten door een Belgische spits. Ja. Waar kunnen wij in Nederland nou nog trots op zijn? Jaap de Hoop Scheffer? Ja, ik denk dat we ons in Nederland heel tevreden mogen voelen. Ik dank u wel. Tot de volgende week. Ja. Wij gaan weer met drie personen het nieuws doornemen van de afgelopen week. Allereerst is hier de minister-president Jan-Peter Balkenende. En dan onze eigen Arnold Schwarzenegger, namelijk IOC-lid Anton Geesink. En tenslotte de minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes. Ja, welkom heren. Ja, dat was hij opeens gisteren, hè? De brief die openheid van zaken gaf en die insloeg als een bom. Jawel, ik heb ook een brief gekregen. U heeft hem ook. Jawel, ik kreeg hem al vroeg. Oh? Want het klopt ook, er staat dus boven redactie Kopspijkers. Nee, maar... Het is van uw mensen en er stond dus in hoe laat of dat een keer moest zijn. Ja. Ja. En van het parkeren en de broodjes. Ja. Wat er vandaag allemaal op zit. Ja. En dan staat er gesprek aan tafel, ja, deze tafel over normen en waarden en tijgers en Arnold Schwarzenegger. Ja. Mocht er op het eind van de week groot nieuws zijn, dan improviseert u wel wat. Ja. En dan wou ik dus vragen wat dat behelst. Improviseren, dat u zegt wat er dan spontaan in uw gedachten opkomt. Een gedachte? Ja. Nou ja. Ah ja. Denkt u er maar even over na. Ja? Goed. Ik doe mijn baas. Oké. Meneer Bal. Het hoeft nu nog niet. Nee hoor. Als er iets in u opkomt, dan zegt u het maar. Ja. Meneer Balkenen. Een bewogen einde van een hectische week. Ja. Ik ben getergd. Ja. Maar ik heb alles goed gedaan. Ik heb toen niet gezegd dat u het verkeerd gedaan hebt. Nou stelt u feitelijk dezelfde vraag in andere bewoordingen. Nee. En ik blijf zeggen, ik heb het goed gedaan. Ja. Ik heb drie keer een indringend gesprek gehad met mevrouw Mabel Wisse-Smit. Ja. En ik heb wel degelijk doorgevraagd. Ja, maar heeft u ook gevraagd of Mabel Wisse-Smit een liefdesrelatie had met Klaas Wijsman? Nou, ik heb drie keer een indringend gesprek gehad met mevrouw Mabel Wisse-Smit. Nee, heeft u gevraagd of ze een liefdesrelatie heeft gehad met Klaas Bruinsma? Nou, niet zo indringend als u het nu vraagt. Nee, want dat is toch wat iedereen wil weten. Heeft ze het gedaan met Klaas Bruinsma? Meneer Spijkerman, dat is een topcrimineel. Die is in de bloei van zijn leven. Ja. Die zit de hele week alleen op een boot samen met een dikke Chileen die niks anders doet dan met blaffers op bierblikjes schieten. Ja. Ja? Dan komt er een leuk, jong meisje binnen in een hockeyrokje. Die komt daar die loopplank op. Ja? En die blijft daar 3 maanden eten en slapen in het kader van zeilwedstrijden. Ja. Dan is er voor mij toch geen enkele aanleiding om te denken dat daar sprake is van meer dan van een vriendschapsband. Ja. 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 Maar ik heb het natuurlijk wel gevraagd. Ja, maar ze kon die vragen natuurlijk heel goed omzeilen, inderdaad, ja. Ja. Bent u niet gewoon goed gelovig geweest? Ja, dat heb ik van huis uit meegekregen. Zo ben ik opgevoed, goed gelovig. Maar ik ben gewoon verkeerd voorgelicht. Wij spreken bij het ministerie van Algemene Zaken van de 4 O's. Ja. Onwaar, onjuist en onvolledig. 4 O's. Ja, ik zeg toch onvolledig. Ja. Maar we hebben dus de verkeerde informatie gekregen. Zowel van het paar als van de inlichtingendiensten. Ja. En daar bent u verantwoordelijk voor, hè, meneer Remkes? Ja. Ja. Maar er is nu veel informatie naar boven gekomen die u niet had. Nee. Nee. Maar die u wel had moeten hebben. Ja. Ja, want daar is hij namelijk verantwoordelijk voor. Ja. Ja. Nou, maar dan moet u niet gaan zo... Kijk, het betekent dus... De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Dus dat zijn hele algemene inlichtingen. Ah. Dus daarom hebben we ons beperkt tot een knipselonderzoek. Ja, dat heb ik gelezen. Wij werken bij de AIVD met de 3 K's. Kranten kopen en knippen. Oh, nou, dat heb ik ook gelezen. Was ook berichten, want de AIVD, zeg maar de Nederlandse CIA...
die knipsels zeggen, die werken met knipsels. Ja, maar dan moeten we niet zo schamperen. Hè. Wij liggen dus, in de wereld liggen wij dus absoluut aan kop als het gaat om knipseltechnologie. Hè. Oh. Dus het is net zoals met James Bond, daar heb je dan Q. Ja. En die maakt van die technische snufjes. Ja. Dat hebben wij ook. We hebben dan een aansteker. En als je daarop drukt, dan verandert die in een schaar. Ah, ja. En we hebben een ballpoint. En als je nou op een knopje drukt, dan verandert die in een schaar. Ah, ja. En we hebben een zakkammetje. En als je dat openklapt... Ja, verandert die in een schaar. Nee, het blijft gewoon een zakkammetje. Want als je van alles een schaar maakt, dan gaan ze dat verwachten. Ah, ja. Oké. Goed. Mevrouw Fritz. Sorry. Mevrouw Fritz. Hoe komt u daar nou bij? Ik kwam ineens in mijn gedachten. Oh, dus dan zeg ik het. Ja, oké, goed. Dat is een stukje improvisatie. Ja, begrijp ik. Ik wil even nog naar u. Nog iets met de binnenschiet. Ja, dan hoor ik het wel. Ik wil nog even door, meneer Remkes. Meneer Remkes, zo'n Peter R. de Vries, hè, die is dan helemaal naar Chili gegaan... terwijl uw mensen een beetje in de krant zitten te knippen. Al dat gemopper op de inlichtingendienst. De premier heeft al gezegd dat er een nieuw onderzoek komt. Ja, maar dat gebeurt door uw eigen AIVD. Ja, maar het wordt nu wel een beter onderzoek. Want er is heel veel over geschreven de afgelopen dagen. Dus we hebben nu heel veel knipsels. Nou, Spijkerman. Ja, meneer Geesink. Spijkerman, vergeet u het verhaal van de tijger niet? Oh nee. Want daar zouden we het ook over hebben. Laten we het even doen dan. Ja, dat is van die Roy, hè? Las Vegas. Die tijger, die witte tijger, die heeft hem gepakt. Ja. Ja, onbegrijpelijk. Ja. Want die tijgers waren helemaal niet sterk. Oh nee? Het waren namelijk witte tijgers. Ja. Dus er had er niet één, een zwarte band. Ja. Dit komt zomaar in uw hoofd op. Nee, dit had ik thuis wel voorbereid. Ja. Want dat is wel grappig, want in Japan, waar ik vaak geweest ben... daar hebben de mensen dus het bijgeloof... dat als je gestampte snorharen van de tijger eet... dat je daar potent van wordt. Oh. Jawel. Maar wat de meeste mensen niet weten... is dat de witte tijgers, die hebben hun eigen bijgeloof... dat als je een strak getrokken goochelnicht in zijn nek bijt... dat je dan je strepen weer terugkrijgt. Oh. Goed. Een ander onderwerp dan even die domme bodybuilder Arnold Schwarzenegger... Ach. Die dan opeens gouverneur van Californië wordt. Wat vindt u daar nou van? Ik ben het er niet mee. U zegt dat nou ook weer van domme body. Moet u goed luisteren. Als je heel groot en sterk en populair bent... Ja. Wil niet zeggen dat je per se ook dom moet zijn. Nee. Het kan wel, maar het hoeft niet. Nee. Ik zeg altijd maar, charismatisch leiderschap gaat heel goed samen met een perfect getraind lichaam. Ja. Kan wel, maar het hoeft niet. Ja. Ik wil gaan afsluiten. Meneer Balkenende, ik heb eigenlijk nog één vraag. Ja. Denkt u dat er koppen gaan rollen? Oh ja, dat denk ik wel degelijk. Toch? Maar niet de mijne. Nee. Nee, ik heb alles heel goed gedaan. Ik heb ook van alle kanten complimentjes gekregen. Wist u trouwens dat Wim Kok al in 2001 wist van deze affaire? Ja, dat is. Dus ik heb mijn straatje helemaal schoongeveegd. En ik heb alles heerlijk geveegd naar dat doodlopende steegje dat Johan Remkes heet. Ja. En daar begint het inmiddels behoorlijk te stinken, kan ik u vertellen. Ja. Maar de vraag is, gaan er koppen rollen? Nou, ik denk dat als er koppen gaan rollen... dat degene is die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening. Nou, ik denk dat als er koppen gaan rollen... dat degene is die verantwoordelijk is voor het Koningshuis. Ja, maar welke kop gaat er nou rollen? Ik denk dat we uiteindelijk wel samen zullen uitkomen... bij het hoofd van de knipseldienst. Dat denk ik ook wel, ja. We hebben onze handjes. Oh, meneer Geesink, ik wou een gedag gaan zeggen. Wat ik nog... Nee, ja, sorry. Jawel. U zei in het begin vouwfiets. En dat zit nou de hele tijd in mijn hoofd. Wat het kwam uit mijn hoofd. Het kwam uit uw hoofd. Hoe kwam u nou op vouwfiets? Nee, maar dat was vorige week. Dat is echt gebeurd. Dat ik had mijn fiets opgevouwen. Ja. Maar toen kreeg ik hem niet weer terug uit elkaar. Nee. Maar ik had hem nog maar pas. Dus ik ben terug naar de winkel gegaan. Ik zeg, hoe zit dat? En die man die kijkt ernaar. En die zegt toen maar meneer Geesink, dat is helemaal geen vouwfiets. Tot de volgende week. Wat zegt u? Nou ja, maar ik had het kunnen weten, want ik had vorig jaar hetzelfde akkefietje met de vuilcaravan. Goed,
deze week opnieuw drie personen die het licht laten schijnen, die hun licht laten schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Allereerst is hier de leider van de Arabisch-Europese Liga, Abu Dhaja. En dan de premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende. Plaats. En hier is Hare Majesteit de Koningin Beatrix. Majesteit. Goed. Majesteit. Ja, vereerd dat u kon komen. Fijn. Meneer Abu Dhaja, laat ik even met u beginnen. Want misschien kunt u het beste even aan de kijkers uitleggen wie u bent. Want elke keer als er nieuws is over Marokkanen of er is iets over, dan wordt u tevoorschijn getoverd om een mening te geven. Wie bent u precies? Ah wel, ik ben Libanees, woonachtig in Antwerpen. Ah ja. En daarom ben ik de aangewezen persoon om op te treden als woordvoerder voor de Marokkanen in Nederland. Ja, ik begreep de link niet helemaal, maar nu is het mij helemaal duidelijk. Goed. Meneer Spijkerman, wat is precies het verband tussen deze meneer Abu Dhabi en Mabel Wisse-Smit? Geen enkel verband. Ah, wat heerlijk. Eindelijk een manspersoon dat niets te maken heeft met Mabel. Wou u niet of bent u homoseksueel? Pardon, mevrouw. Pardon. Maar dat komt in de beste families voor, hoor. Niet in de onze. Ik zeg niet voor niets de beste families. Hare Majesteit, het is een goede gewoonte dat u dat soort gevoelige uitspraken eerst even aan mij voorlegt. Maar moet ik dan voor elke scheet die ik laat eerst toestemming aan u vragen? Ja, dat is het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid. En ik ruik hem nou geloof ik ook. Ik zal even zeggen dat hij naar bospiootjes ruikt. Ja, meneer Balkenende, het was een hectische week. Ja, maar ik heb het goed gedaan, hè? Oh. Ik heb het weer goed gedaan, ik word eigenlijk steeds beter. Ja, ja. Tijdig en adequaat. En ik heb premier overeind, vier overeind in de zaak Mabel. Nou, wat er staat niet vier overeind. Nee, dat was een dichterlijke toevoeging, mijn opzet. Maar ik heb het goed gedaan. Kom ik straks nog wel even op terug. Daar was ik al bang voor. Ja, meneer Dhaja, wekenlang lezen we nu berichten, hè, over problemen met Marokkaanse jongens. Het doodschoppen van Anja Joos, poppen ophangen in lantaarnpalen, met name van agenten. Dat kun je toch positief duiden? Je kunt toch ook blij zijn dat er eindelijk weer eens gebrikabrakt wordt in die kringen? Toen luisteren, ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Ja. Maar ik zie het probleem niet. Nee, dat is me wel duidelijk dat u het probleem niet ziet. Want u komt hiermee, de AEL, uw groep in, wil excuses voor stigmatisering van de Marokkaanse gemeenschap. Dat en dat terwijl het ogenblik bejaardentehuizen, die worden geterroriseerd. Ach, wat is dan uw definitie van terroriseren? Nou ja, zeg kom, ze hangen voor de deur bij die oude mensen. Ze breken in en ze gaan zo hun woning in. Komt er eindelijk eens bezoek bij die mensen, is het weer niet goed, hè? Ze maken ook dit soort gebaren. Ach ja, maar twee kibbelen, meneer Spijkerman, dat weet je net zo goed als ik. Je hebt twee schuld, hè. Die oude mensen, al die bejaarden, dat is één grote provocatie. Dat zit de hele dag maar een beetje agressief uit een raam te keukaleuren. En die brengen iedereen opzij, die willen applaus voor hun leeftijd. En die zitten effectief alleen maar een beetje te kankeren de hele dag. Dus dan is het weer te warm, dan is het weer te koud, hè. Dus het is gewoon nooit goed. En ik vind dat zorgwekkend. Ja. Ik vind dat zorgwekkend dat in deze maatschappij zoveel vooroordelen bestaan. Ten aanzien van de Arabische gemeenschap. Ja, meneer Abu Dhaja, maar je kunt het er niet omheen. Er is een onderzoek gedaan in Amsterdam van de 1500 criminele jongeren. Is driekwart Marokkaans. Ach, dat gegoogel met cijfers. Als wij als Arabieren nergens spijt van hebben, dan is het wel van de introductie van het getal 0 2000 jaar geleden. Hè. Maar je kunt dat toch ook allemaal positief zien? Dat kunt dat toch allemaal positief in verband trekken? Ik zeg van de week, zag dit in de krant. Allochtonen, er zijn hier te veel allochtonen. Als zelfs allochtonen niet meer naast allochtonen willen wonen, dat is toch de integratie een feit? Ja. Maar wacht even, u ziet wel al. Ja, ja. Dat leren we al. Maar u ziet kans alles 180 graden te draaien in uw voordeel, hè? Wat is daar mis mee? U weet van elke rel iets positiefs te maken. Er is een vacature nu bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Is dat iets voor u? Majesteit, het lijkt me niet handig om mensen van het Koninkhuis aan te stellen om RVD-personeel te screenen. Ik zou zeggen, het enkele feit dat meneer hier Marokkaan is, wil niet zeggen dat hij geen werk heeft. Ten eerste is meneer geen Marokkaan. Dat zeg ik toch ook niet? Ten tweede heeft meneer een job. Oh, hartstikke goed voor je, joh. Ja. Wat doe je voor werk? Ik zie het als mijn taak om de Marokkaanse gemeenschap te mobiliseren en te zorgen dat ze niet verder aanpassen. Oh, hartstikke leuk, joh. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, meneer Balkenende, er is deze week een hoop te doen, hè, over een brief die prins Bernhard dan geschreven zou hebben aan Adolf Hitler in de oorlog, dat hij wel stadhouder wilde worden in Nederland. Ja, papa is een type van niet geschoten altijd mis. Ja. Nou, dat is een gerucht dat steeds weer de kop opsteekt. En we hebben het deze week echt uitvoerig laten onderzoeken door de AIVD en de brief is niet gevonden. Dus? Hij zal binnenkort wel opduiken, ja. Ja. Maar
wij denken ook dat als die opduikt, dat het dan uitsluitend zal gaan om ja, oppervlakkige contacten in het kader van zeilwedstrijden met de heer Hitler. Ah, dat is duur allemaal. Wat zou er nou helemaal aan de hand zijn? Hè? Misschien heeft iemand die in Prins Bernhard ooit tussen alle honderden, duizenden brieven die hij in zijn leven geschreven heeft, misschien één klein katrelletje naar Albert, naar Adolf Hitler gestuurd. Wacht even bij die AfD terug te komen. Dat onderzoek naar die Mabel Wisse-Smit, hè, dat is dan oppervlakkig gedaan, want ze waren... Wat is het nog steeds, majesteit? Dus bij de naam Mabel heb ik een kleine allergie. Ja. Maar dat onderzoek is oppervlakkig gedaan, omdat het kabinet bang was voor mediaverre. Ze waren bang dat er dan grote koppen in de krant zouden komen als ze wel een goed onderzoek deden. Ja, dat had dus zomaar kunnen gebeuren, ja. Nee, de krant hebben volgestaan. Het is gebeurd. Ja, nou, dan zie je wel dat heel terecht was, die zorg die we hadden. Maar ik wil er ook nog eventjes op wijzen dat de AfD heeft ook wel heel goed werk gedaan. We hebben deze week namelijk een aanslag weten te voorkomen op Nederland. Ja, dat is zo mooi. We hebben 5 willekeurige onschuldige moslims van hun bed gelicht. Hè. Dan is er zogenaamd een aanslag verijdeld. Ja. Terwijl die AfD had überhaupt geen idee wat ze van plan waren. Ik zeg dan op mijn beurt, wacht eerst eens af wat er zou gebeuren. Dan kun je altijd nog ingrijpen. Nou ja, Ik blijf twijfelen over die AIVD van u, want dit succesje komt u wel heel erg goed uit, hebben die 5 moslims, toch? Ja, het komt vrij goed uit, maar ik wil er wel op wijzen dat de heer Osama Bin Laden nog deze week ons land heeft aangewezen als mogelijk doelwit. Ja, maar u gaat er niet op in, hè? Ik heb het over die AIVD, want er is weer van de week een dossier van Mabel Wisse-Smit verdwenen. Het is altijd een aandacht op dat negatieve. Dat vind ik zo vervelend. Het is altijd op het negatieve. Kijk, er is dan één dossiertje is dan verdwenen, maar er zijn er nog een heleboel wel. En daar hoor je niemand over. Ja, ik heb constant indruk, u ontwijkt mijn vragen over de AIVD. Ik vind die AIVD nog steeds slecht. En we mogen blij zijn, echt blij zijn, dat we in Nederland zulke goede onderzoeksjournalisten hebben. Goedenavond. De Tros TV-show neemt u ook deze keer weer mee op reis. Een reis naar een niet nader te noemen bestemming voor een ontmoeting op een geheime locatie. Want hoewel er geen sterveling op aarde is die zijn naam niet kent, is onze gast van vanavond de bescheidenheid zelf op het schuwen af en stelt die hoge prijs op zijn privacy. We gaan op bezoek bij een man die wordt verguisd en gevierd. We zijn te gast bij Osama Bin Laden. Oh, hallo, Ivo, mijn vriend. Salam alaikum. Oh, ja. Oh, kom maar, mijn vriend. Hij werd geboren in 1957 als zoon van een stinkend rijke vader. Ivo. Op deze foto zien we hem half verscholen achter zijn grote broers. Wie kon toen vermoeden dat juist dit buitengewone talent tot verstoppen nog eens van levensbelang voor hem kon zijn? Een man die sneller van verblijfplaats wisselt dan Jamai van Brilmontuur. Geen alcohol uiteraard voor deze vrome islamitische fundamentalist. Een kopje thee kunnen we krijgen, die op de authentiek Arabische manier wordt ingeschonken. Dit is wat je noemt een high tea. Ik moet hem beloven dat ik mijn telefoon tijdens het interview uit zal doen. Het zou de verblijfplaats van de Saoedische prins kunnen verraden. Signore Bin Laden, vorrei parlare italiano con lei. Ik vraag hem of ik Italiaans met hem kan spreken. Oder wollen Sie vielleicht auf Deutsch mit mir plaudern? Duits dan misschien. Ou préférez-vous français, car c'est aussi possible, car je parle français aussi. Ook geen Frans. Murske tafliera weer lavora, lilla vora. Maar Osama spreekt alleen een of ander schimmig Afghaans herdersdialect. Osama Bin Laden. Een man met wie ik uren zou kunnen praten, als hij me zou interesseren. Maar hoewel ik dit werk nu 23 jaar doe en tot in de verste uithoeken van de wereld en grootheden heb ontmoet als Yves Montand, Hans Lieberg, Roald Dahl, Henry Kissinger, Hans Lieberg, Patrick Bruel, Dave en nog een keer Hans Lieberg en Hillary Clinton, die me terugbelde om te zeggen dat ze dit haar beste gesprek ooit had gevonden. Maar ook een Roger Moore, een John Cleese, een Celine Dion en Mireille Mathieu heb ik geïnterviewd. En allemaal in hun eigen taal.
En toch zal dit vraaggesprek me nog lang heugen. Dit gesprek met deze Osama Bin Laden. Als ik mijn thee op heb, blijkt die te zijn verdwenen. Mr. Bin Laden? Ik besluit op eigen houtje nog wat rond te kijken in het nederige stulpje van deze Saoedische prins. Een man die ooit kon mingelen met de grootte der aarde. Osama met papa George Bush senior. Osama met Dick Cheney. En met een of andere blonde stewardess. Als blijkt dat Osama ook nu weer het hazenpad gekozen heeft, rest ons niets anders dan de reis terug naar huis maar te aanvaarden. Ik wil gaan afsluiten, maar wat ik nog vragen wil, hoe moet het nou verder met de Marokkanen? Ach, door de bank genomen gaat het helemaal niet slecht met de Marokkanen, nee. Überhaupt niet. Nee. Kijk nou eens naar die geweldige spits van AZ, ja. Ali El Khattabi. Ja. Die scoort binnen 4 minuten 2 fantastische doelpunten. Ja, hè? Ja, dat is waar, een echte kooltjesdief. Ja, dat is dus weer typisch voor het Nederlandse discours. Als het een Nederlandse spits zou zijn geweest, was het een wereldspits. En als de Marokkaan is, is het een kooltjesdief. Ja, zo blijft. Kom er nooit uit. Even nog naar u, meneer Balkenende. Hoe kijkt u nou tegen dat verwijt aan van Wouter Bos dat u de koninklijke familie schade heeft berokkend? Ja, het stoort me. Het traakt me. Ja. En het krijg hem nog wel. Ja. Jan-Peter, neem een pepermuntje. Wat is dit toch? Dossier... Mabel. Oh. Nou laat het pepermuntje met zitten, hey, majesteit. Een oude brief? Ja, dat komt ook wel. Hoe laat het dan? Free. Ja. Check waar is de aftiteling als je hem nodig hebt. Ja, precies. Ja, laten we gaan afsluiten. Ik wil gaan afsluiten. Dit was Kopspijkers. U heeft misschien in de krant gelezen dat Kopspijkers stopt. Dat klopt. Voor nu. Volgende week zijn we er weer. Dag! Vrij kattengrit, dat is 5 cent onder de inkoopprijs. Dat houdt de C1000 nooit vol. 6,10 euro voor een kratje gros. Dat zijn 24 flesjes.
Wij gaan verder met drie mensen die zelf onderdeel van het nieuws waren, waar ik de rest van het nieuws ook mee ga bespreken. Allereerst is hier de minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven. En dan journalist Willem Oltmans. En tenslotte de minister van Financiën en vicepremier Gerrit Salm. Daarom. Daarom. Ja, meneer Salm. En leider van de VVD, hè? En leider. Ja, ja, goed. Okay. Gaan we het nog hebben over dat satire over het Koningshuis? Ja, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Okay. Goed, meneer Oltmans, ik wil even een paar afspraken met u maken. Ik wil het niet hebben over dat artikel van u in HP De Tijd. Een fors artikel, daar heeft u in alle programma's al over zitten tetteren. Tuurlijk, Spijkerman, het is dat je er nu zelf weer over begint. Okay. Maar dat hele smerige roodstuk van die ellendige klootzak in het kappersblaadje. Wat zou ik me daar nou druk over maken? Ja, precies. Goed. Dat zo'n minderwaardig reptiel het leuk vindt om 8 pagina's vol te kalken. In een abjecte tantebedje-stijl vol met leugens en verdraaiingen en rellerige onzin. Ja. Daar heb ik toch niks mee te maken? Nee, precies. Maar het heeft alleen niets met journalistiek van doen natuurlijk. Nee, nou ja, dat is precies wat hij u verwijt. Hè? Precies. Okay. En de regering doet er niets aan. Dat weekdier, die Jaap de Hoop, praatjes, hoe heet die man? Schermen, die zit over zijn hele wereld tot zover bij alle machthebbers erin. Om de nieuwe Luns te worden. Ja. Ja, toch? Want Luns is de allerergste. Dat is de grootste schurk van allemaal. Ja. Maar intussen doen ze niets. Ze hebben me laten verrekken. Ja. Ze laten nou die leuke jongen in Thailand ook verrekken. Ja. Ze doen niets. De hele regering niet. Nee. Nou, Willem, we hebben je ooit een keer 8 miljoen gegeven. Het is ook een keertje mooi geweest natuurlijk, hè? Ja, prima kassie. Dat was in guldens. Ja, dus dat moet je nog eens een keer met 2,2 vermenigvuldigen. Dus dat is 17,6 miljoen, zeg. Gerrit, je moet het wel delen door 2, hè? Oh ja, dat laat ik het CPB altijd doen. Ja. Mevrouw van der Hoeven, welkom. U was ook nogal in het nieuws deze week en dat begon met een hele lelijke verspreking. U had een gesprek, een radioprogramma, het gesprek ging over zwarte scholen. Op de constatering van de interviewer dat in Maastricht, de thuisbasis van de Hoeven, maar 3 zwarten op een school zitten, reageerde de CDA-minister in de trant van, was dat maar waar? Ja, nou, ik heb dat wel gezegd, maar ik meende dat niet. Hè? Nee. Ik maakte ook dit gebaar, hè, maar dat hebben ze helemaal niet uitgezonden bij de radio. Nee, oké. Okay. Dat wil ik dan geloven van u. Maar er zijn grote problemen in het onderwijs. Toch? Nou, kijk, ik spreek niet zo graag van problemen. Oh. Ik spreek liever van uitdagingen. Hè? Ja. En het Nederlandse onderwijs mag dan 1 grote, rokende, naar pis stinkende, etnisch ontplofte puinhoop zijn. Maar we zitten niet bij de pakken neer, hè? Nou, u zegt daar nogal wat, hoor. Oh ja, sorry. Ik bedoel natuurlijk, het Nederlands onderwijs mag dan 1 grote, rokende, naar pis stinkende, etnisch ontplofte puinhoop zijn. We zitten niet bij de pakken neer. Ja, nou, goed. Maar u bent nogal hard aangepakt op het idee van die kleutertoets. Vindt u het niet een beetje vroeg om kinderen van 4 jaar al te gaan toetsen? Ach, meneer Spijkerman, er zijn veel verdergaande voorstellen. Die zijn al gesneuveld, hoor, eerder. Ja, bij het ministerie. De couveuse toets, hè? Die heeft het bijvoorbeeld niet gehaald. Maar je kan kinderen toch beter kind laten? Ik bedoel, wat er nou van de week gebeurd is, dat een kleuter van 5... die heeft ecstasy en cocaïne lopen uitdelen op het schoolplein. Is dat gebeurd? Ja. Dat is toch crazy? Ja. Je moet in Nederland tegenwoordig als vreemde meneer moet je nog oppassen dat je geen snoepjes aanneemt van kleine kinderen. Ja. Ja. Wel heel. Ja, ja. En meneer Salm, de VVD maakt het mevrouw van der Hoeven ook nogal moeilijk, hè, door te beginnen over die moslimscholen die dan verboden zouden moeten worden, maar dan moet je het christelijk onderwijs toch ook verbieden? Nou, de VVD, ik wist daar dus niks van, hè? Oh. Nee, dat is een ideetje uit de koker van Ayaan Hirsi Ali. Allemaal heel goed te begrijpen natuurlijk. Maar die gaat de laatste tijd wel heel erg hard. Ja. En dat is ook best te begrijpen. Want zij komt dus uit een cultuur waar de vrouwen een paar meter achter de man moeten blijven lopen. Dus dat je dat op een gegeven moment wil compenseren. Ja, ja. Ja, wij begrijpen binnen de VVD heel goed wel hoe die moslims op dat idee zijn gekomen. Ja. En ik praat het niet goed, maar het zou hier natuurlijk ook wel lekker zijn. Pardon? Gerrit? Ik praat het natuurlijk niet goed, maar het zou hier natuurlijk ook wel lekker zijn. Ja. Ja. Als ik mee moet doen aan de vogeltjesdans, dan hoor ik het. Ja.
Maar, meneer Zalm, ik krijg ook berichten door dat u de leiding een beetje kwijt bent binnen de VVD. Binnen Skamer stellen VVD's vast, Gerrit is de leiding kwijt. Van Aartsen is straks lijsttrekker, hij is de baas. Nou, daar weet ik dus helemaal niks van. Nee. Hebben ze me niks van verteld. Nee. Even alle gekheid op een stokje, ik ben toch de onbetwiste leider. Toch? Iemand als Josias van Aartsen, ja. Ja, dat is toch niet echt het type wat de mensen in het land aanspreekt, denk ik. Ik ben altijd Gerrit gebleven, gewone Gerrit. En ja, Josias is toch een beetje zelfgenoegzame, arrogante, elitaire bal. In de goede zin van het woord natuurlijk. Ja, ja, ja. Katkruis, Katkruis. Oh, ja. Meneer Zalm, er gaan ook geruchten dat u naar Brussel gaat om Bolkestein op te volgen. Weet ik niks van, maar ik hoor wel wat Josias met me van plan is. Nou ja. Er is namelijk een andere Nederlander die terug is gekomen uit Europa. Wim Duisenberg. Hij nam afscheid van de Europese Centrale Bank. En we hebben in de journaals hem natuurlijk allemaal dat kantoor uit zien lopen met al die ordners onder zijn arm. Maar wij hebben vrij unieke beelden, namelijk van zijn thuiskomst. Nou, eindelijk weer thuis, hè? Maar hoe zit is die vlag vandaag eigenlijk voor het eerst? Ja, eigenlijk wel ja. Ik zat in het buitenland. Hè. Waarom zat u in het buitenland? Ik werk voor een bank. Wat doet u voor werk? Ja, valuta-achtige dingen. Ik heb de euro ingevoerd. Ja, ja. Dus dat was u? Ja. Waarom hebt u dat eigenlijk gedaan? Ach. Het leek ons op dat moment een goed idee. Ja. En nou hebt u dus weer gewoon de volle 24 uur per dag om met uw vrouw door te brengen, hè? Ja. We'll cross that bridge when we get there. Vertelt u eens, wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Nou, kadastraal gezien hoort dat gedeelte dus al 2000 jaar bij ons huis. Maar zij hebben dus hier, hebben zij hun hek staan. Wacht even. Laten wij even bij het begin beginnen. Wie zijn die zij? Zij van hiernaast. Ja, ja, de buren, zeg maar. Exact. Die hebben daar een leuk optrekje, hè? Wat zou dat kosten, denkt u? Zij zeggen 6 miljoen. Ik denk dat het veel minder is. Maar ja, dat mag je niet zeggen, hè? Ja, ja. Meneer Duisenberg, wat bent u daar nou eigenlijk aan het lezen? Wat is die Albert Heijn verdomme rete duur geworden? Oh, maar wacht even. Het is in euro's. Dus dan moet je het eerst nog delen door 2,2. Ja. Nee, je moet het juist vermenigvuldigen met 2,2, hè? Nee, toch. Maar dan wordt een pot pindakaas 5,30 gulden. Nee, ik ga dat niet vermenigvuldigen, hoor. En dit hier, wat heeft dit allemaal te betekenen? Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Het was een dag als alle andere dagen. Ik deed mijn raam open en hing mijn vlag uit. Ja. En toen keek ik naar beneden. En toen was dus dit in mijn tuin nedergezet. Ja, ja, en dat had u dus niet zelf gedaan? Dat had ik niet zelf neergezet, nee. En wie heeft dat dan wel gedaan? Ja... De buren. De buren? Ja, en u mag daar dan niet meer komen? Nee, ik mag daar dus niet. Ja, ik kan daar wel komen, maar dan zal ik even demonstreren wat er dan gebeurt. Even meelopen, ja. Nou, je loopt gewoon. Ja? Tralalalalala. En dan gebeurt er dus dit. Ja, ik zie het, ja. U bent door uw vrouw wel meteen aan het werk gezet, hè? Zou u niet liever een vrouw hebben... In een galerietje of zo, of zoiets wat Janneke Brinkman doet. Ach, ze is bezig. Mevrouw Duisenberg,
Uw man vertelt net dat hij dus eigenlijk liever een vrouw had gehad met een galerie of zoiets wat Janneke Brinkman doet. Oh ja, zei hij dat? Nou, niet met zoveel woorden, maar daar komt het wel op neer, ja. Oh. Vindt u het eigenlijk niet een hoop gedoe om in wezen niet meer dan een tuinhekje en een prieeltje? Ja, nou dat lijkt het, maar ik zie mijn buren als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Ja. Nou, meneer Duisenberg, dat gedoe hier thuis, dat lijkt me voor u een mooie nieuwe uitdaging, hè? Nou, ik zal u zeggen, ik heb de afgelopen jaren geprobeerd 12 landen op één lijn te krijgen, op de euro. Maar mijn vrouw en de buren, that might be just one bridge too far. Nou, ik hoor het alweer. Hier gaan we de komende 50 jaar niet uitkomen, denk ik. Ik wil naar het laatste nieuws. En dat is natuurlijk dat premier Balkenende paal en perk wil stellen aan satirische uitingen over het Koningshuis. Ik heb nu verbinding met premier Balkenende. Meneer Balkenende? Dag, meneer Spijkerman. U heeft gezegd geen satire meer tegen het Koningshuis. Nou, wat ik heb gezegd is dat als het gaat om satire, dat dat natuurlijk allemaal mogelijk moet zijn. Helder, ja. Vrijheid van meningsuiting. Maar ja. Dan wel binnen de grenzen van het betamelijke en van de goede smaak. Ja. Kijk, wat er nu gebeurt is dat er een aantal programma's is dat probeert mee te liften op de goede naam en reputatie van ons koninklijk huis. Ja, maar daar is toch de ene rel na de andere? Kom op. Ja, nou, dat maken de media ervan. Dat valt misschien mag ik ook even wat zeggen. Nou, majesteit, dat lijkt me op dit moment even niet handig. Gaat mij nou maar even... Meneer Spijkerman. Majesteit. Elke week genieten wij met volle teugen van uw en andere satirische programma's. Oh. Er is echter één punt van grote zorg. Ja. Het is allemaal wat mild en ongevaarlijk. Oh. Ja, correct. Ja. Het mag best wat harder, hoor. Wanneer pakken jullie bijvoorbeeld mijn zus Irene eens aan? Hoeveel toverboeken over pratende paarden moet die nog schrijven om bij u aan tafel te mogen zitten? En dan mijn andere zus, die blinde, met die kerstliedjes. Ja, ik zou zeggen, laat er opkomen. Stille nacht, 2 keer struikelen, Schotse rok en je bent klaar. Het is mijn pak niet hoor, meneer Spijkerman. Maar en deze? Met de uren, met de uren. Ja. Elke zaterdagavond zitten wij vol smart te wachten. Zelfs Maxima kan hem nadoen. Ja, u heeft er dus echt geen problemen mee? Ik zou zeggen, kop op jongens, tandje erbij. Ja. Maar meneer Balkenende, waar komt dat bericht dan vandaan? Ja. Ja, Jan-Peter, wat is nou eigenlijk je probleem? Ik zou zeggen, ga je met belangrijke zaken bezighouden? Blijf met je poten van de Nederlandse satire af. Majesteit, u hebt gezegd dat ik er wat van moet zeggen. Ik heb helemaal niets gezegd. Nou ja, dat is nou wel de tweede keer dat er iemand van het koninklijk huis tegen me zit te liegen. Ja, maar de koningin heeft er geen probleem mee. Wat is uw probleem dan, als de koningin geen probleem heeft? Mijn probleem? Ja. Is dat ik vind dat ik gewoon niet goed word nagedaan. Oh? Je ziet bij mij gewoon altijd de acteur er doorheen, terwijl ik vind, de belangrijkste man van het land moet door de beste imitator worden nagedaan. Kijk, zoals die jongen die Kok nadoet, die Wouter Bos nadoet, die Lubbers. Kijk, dat is goed. Maar bij mij, dat lijkt gewoon helemaal nergens op. Ik zit vaak naar mezelf te kijken en denk ik, is het nou Frank de Graaf of ben ik het? Dat lijkt toch helemaal nergens op, dat lijkt toch geen meter. En dat stemmetje, dan is het dan zo praat ik helemaal niet. Ik zou zeggen, meneer Spijkerman, roep die jongen er maar eens bij. Zet hem hier eens naast me. Ja. En als je die twee naast elkaar ziet, dat lijkt voor geen meter. Oh, maar ook die imitatie van u vinden wij kostelijk. Wij doen hem zelf ook vaak. Normen en waarden, normen en waarden. Nou, kijk, meneer Spijkerman, kijk, dit is nu al beter dan wat die kluts van u ervan maakt. Dank u wel, allebei, dat u wilde komen, kostsprekers. Dank u wel. Dank voor uw komst. Dank u wel, allemaal. Volgende week een nieuwe aflevering van Kopspijkers. Prettig weekend. Dag. Normaal. En altijd als u gaat lopen, moet u even erop letten dat u dan de kommetjes... De kommetjes. Ja, dat is dus een beetje dat omhoog en de kommetjes... Ja, heel goed. Ja, nou, dat is... Wij gaan het nieuws weer doornemen met 3 mensen die zelf op de een of andere manier in het nieuws waren. En ik weet niet of u de beelden afgelopen week heeft gezien van het debat maandag... Wij hebben gedacht, als ze in Den Haag niet meer serieus over de onderwerpen kunnen praten, als ze in Den Haag de lolbroek moeten uit gaan hangen, de clown moeten zijn, laten wij dan hier aan tafel serieus gaan praten met mensen die er echt verstand van hebben van het nieuws van deze week. Daarom heb ik 3 zeer bekende, deskundige mensen gevonden die echt over alles mee kunnen praten. Hier is kindervriend Klukluk. Daar is Bassie.
Het woord smakeloos is deze week zo vaak gevallen dat ik dacht, we laten een deskundige komen. Hier is de vieze man. Neem plaats. Ja, neem plaats. Kluk. Ja. Ik wil jou beginnen. Even voor de jongere kijkers. Jij was in de vorige eeuw een van de hoofdpersonen in de televisieserie Pipo. Ja, wij waren zeer van de beroemde. Juist. Ja, dat was even de leukste typetjes. Ja. Ja, je moet er niet te veel veer in zijn reet steken, want die komen naar de bovenkant uit, hè. Ja. Nee, niet meteen kijken. Nee. Even voor de, ook voor onze jonge kijkers. U bent de vieze man. Ja. U was een van de hoofdfiguren. Van Verkoot in de Bier, hè. Ja, die komen morgenavond weer de hele avond op tv. Oh. Ja, want het is een beetje nieuw trend, hè, met pruiken en typetjes en dat soort dingen. Proberen een beetje mee te lichten op jouw succes. Oh. Want jij hebt dan 2 dvd's uit, maar ze hebben 11 dvd's uit. Ja, nou, maar zo is het niet helemaal gegaan. Kijk, zijn dvd's met alleen maar hoogtepunten. Oh. En compilatie dvd's. Oh. Kijk, ik heb die ook, compilatie dvd's, staan er zelf op. Ik heb geen spelen. Oh. Dus ik dacht, kijk, ik heb jou komen kijken. Nou, dat was ik niet van plan. Ik kan het niet zien. Nee. Ja, nou, al een beetje spijtig die man naar buiten nodig. Wat er ook gebeurt, Jack, altijd blijven lachen. Ja. Nou, vragen jullie je misschien af waarom je hier zit? Nee hoor, dat vraag ik me helemaal niet af, zolang ze maar betalen. Oké. Nou, mag ik u uitnodigen te kijken naar enige hoogtepunten uit het nu al historische satire-debat? Is de minister-president nog steeds van mening dat hij niet goed wordt geïmiteerd? Dan is het woord aan de enige echte minister-president. De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te drukken. Ik kan niet anders dan op de 11e van de 11e vandaag even aan de minister van Justitie dit tonen. En dan vraag ik mij af, is hier sprake van verloedering? De minister-president. De heer Herben graag complimenteren met zijn neus. Ja. Nou. Ja. En dit dan de nieuwe Pipo zijn? Nou, een soort, ja. Nou, wij vinden niet van de gelijkende. Mij eerder denken aan een kruising tussen de dikke deur en de domme August. Ja. Nou, het is toch een vak, hè. Het is toch wel een vak gewoon clown zijn. Je kan wel gewoon een neus opzetten en dan denken dat je klaar bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het gaat om inhoud, het gaat om opbouw. Je moet naar de clue toe werken. En Matt Herben laat hier gewoon die hele biets vallen als een ei. Ja. Ja, maar het is ook geen makkelijke zaal, hoor, de Tweede Kamer. Het is geen makkelijke zaal. Nee? Mijn broer en ik hebben er ook nooit gespeeld. Al was het maar omdat je geen stoelen mag bijzetten en de afloop geen videobanden mag verkopen. Ja, Basie. Om in de Tweede Kamer op te treden moet je toch gekozen worden. Nou, als je ziet wat voor stelletje er nu zit, maak ik me daar geen zorgen over. Goed. Smakeloos. Huh? Smakeloos, check dat. Wat is er dan? De neus zit er onder, hè. Ja. Zit de druppel aan. De druppel die valt, komt er nog een druppel en die valt ook. En dan heb je een steen, er komt een gaatje in de steen. De druppel met de uitgerolde steen. Kun je zo voelen, er zit een gaatje. Kun je zo voelen, er zit een gaatje. De hele steen gaat kapot. Ja. Dus satirische druipen. Maar begrijp ik hieruit dat u zich ook gestoord heeft aan onze satire? Ik vond het smakeloos. Smakeloos? Ja, ik heb al 10 keer gekeken, ik vond het steeds smakeloos. Ja. Ja. Ik heb groot respect, hè, voor de majesteit. Ja. Zoals die soms kijkt onder vandaan haar hoed. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja? Ja. Maar ze kunnen eigenlijk niet verdedigen, hè. Oh? De majesteit kan eigenlijk niet verdedigen. Nee. En dan heb ik zielig. Daarom, als je uit het koningshuis komt, kom jij mee. Ja. Hey, kom naar het koningshuis, kom naar het koningshuis. Ga zo weer. Volgende week maar weer Frank de Graaf hier aan tafel. Vroeger, iedereen in Nederland altijd lachen om de buitenlandse parlementen. Van de watergooierige en van de scheldende en van de knokpartijerige. Domme buitenlanders. Maar nu kluk zijn eigen volksvertegenwoordiging. Internationaal van de vooraanstaande. Nou, maar ik vind het van de schandalige. Ja, oké, dankjewel. Goed, wat ik graag wil is... Nee, dan heb ik per ongeluk een slokje van jouw biertje. Ja. Maar ik ben niet vies bij jou, hè. Nee. Je mag hem hebben. Dat ging ik hem helemaal lomp. Ja. Kan die man naar huis? Dat zou ik wel een prettig idee vinden. Nee. Ik kan niet naar huis, hè. Waarom niet?
Ik heb geen huis. Oh. Nee, dan kom vanavond bij jou slapen. Nou, gezelligheid, ik kom een beetje warm te geven. Nee, dat dacht ik niet. Dat hebben de huilgeren in Den Haag daar geen aandacht voor, hè? Nee. Voor de daklozen hebben ze geen aandacht. Nee, ze moeten in de kamer staan met rode neus op hun hoofd. Hebben geen aandacht voor de daklozen. Nee, ook geen aandacht voor de integratie van de klukkluk. Maar ik krijg het gevoel langzamerhand in Nederland geen plaats meer voor de domme, krompratende, stuntelige allochtoon. Nee. Nou, dan ben je zeker nog nooit in een taxi gestapt. Oh, zeg, ik ging vanmorgen met de taxi, ik ben de hele stad doorgegaan. Nou, zegt die chauffeur, Bassie, maak je geen zorgen, ik ken de stad. Ja. Ik zeg, ja, Casablanca. Nou, Bassie, van de discriminerende. Want gelukkig in de tijd naar Nederland gehaald zijn door de bleekgezichten. Om het vuile klusje op te knappen. Weet je, Jack, voor mij is die hele gelukkig, hè, is voor mij een symbool van de mislukte integratie in Nederland. Moet je eens kijken hoe je erbij zit, maf, Kees. Nou. Wij vinden, wij hebben recht op behoud van eigen cultuur. Ja, het is goed met je. Ugh. Profiteur. Nou, had je in die 40 jaar nou nooit eens een keer een beetje fatsoenlijk Nederlands kunnen leren? Je bent voor mij gewoon een wandelend stuk tafelloedering. Nou. Ik vind het een beetje te ver gaan. Ik probeer die Indiaan een beetje uit zijn tent te lokken, Jack. Aan mij het niet hebben gelegen. Wij hebben overal gesolliciteerd sinds de Pipo. We hebben gevraagd, wij kunnen een rol krijgen bij de goede getijden, slechte getijden. Nee, bij de zegjes, hallo. Niemand wil mij hebben. Wij komen met eigen ideeën. Wij zeggen, waarom niet tuinieren met klukkluk? Of koken met klukkluk? Of klussen met klukkluk? Ja. Of eigen tipie en tuin? Of 80 typies? Ja. Maar het hielp allemaal niet. Het hielp allemaal niet, van de gewest tot de gewilde gewest. Niemand wilde allochtonen helpen aan de werken te helpen doen. Ook niet dat u aan het werk komt bij een belspelletje? Nee, daar ben Nederlands weer te goed voor zijn. Ah. Weet je wat het is, Jack? Er is gewoon geen mededogen meer in deze samenleving. Dat is zo erg. Er zijn mensen die zitten gewoon dagenlang in hun eentje weg te kwijnen. Ik ken zelfs iemand en die heeft kanker en dan komt zijn broer niet eens meer bij. Nou, dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Nee, dat geloof ik. Geloof ik ook niet dat het zo'n goed voorbeeld is, want ik heb daarover gelezen. Jouw broer heeft een interview gegeven, hij is dan ernstig ziek. En jij gaat geen eens meer bij hem op bezoek. Dat heb ik hier. Zieke Adriaan voelt zich door Basje in de steek gelaten. Clownsoorlog. Ja, clownsoorlog. In elke familie is wel eens wat, het blijft gewoon mijn broertje. Hè? Ja, maar waarom ga je dan niet bij hem op bezoek? Nou, daarom niet. Nou, ja. Daar heb je toch klinieclowns voor? Niet van zijn brood beroven. Nee. En ik begrijp het ook wel dat Adriaan een beetje zo'n vervelend interview geeft. Hij heeft natuurlijk een uitlaatklep nodig voor zijn ziekte. Oh. Dus ik denk, laat hem maar even kankeren. Ja. Nou, die kans pakt hij ook met beide handen aan, hoor. Want Adriaan gaf een interview en die zei, ik steek een mes in zijn donder. Ja, maar ik denk dat hij verkeerd is geciteerd, hoor. Ja. Oh. Ja, dat weet ik. Maar ja, het klinkt mij als het einde van Basje en Adriaan. Nou, meer als het einde van Adriaan. Maar ik ga gewoon door. Bassie. En zie je Bassie gaan, dan zit Adriaan helemaal alleen thuis met een heel vervelende gemelkoe. Ja. Ah, dat ding heeft een smakeluid. Ja. Hé, Jake. Ja. Heb je nou je zin, hè? Jan-Peter Balkenende. Hé, heb je nou je zin? Blijven ze van het koningshuis af. Gaan ze onschuldige acrobaat gaan ze beledigen. Hè? Ja. Die ze eigenlijk niet kunnen verdedigen. Hè? Ja, ik wil even mijn verbazing uitspreken. Balkenende die heeft nu gezegd, ondanks alle commotie, ik zou het een tweede keer weer doen. Maar wat zagen wij afgelopen vrijdag in de Volkskrant staan? Oranjes boos om actie Balkenende. Ja, nou wordt hij dus, komt die Balkenende komt op voor de Nederlandse leeuw. En nou wordt hij door diezelfde Nederlandse leeuw recht in zijn gezicht gedruppeld. Ja. Dus het heeft het nieuws een week lang beheerst dat de koningin zich niet kan verdedigen. Maar als ze het dan toch voor elkaar krijgen dat dit hele verhaal op de voorpagina van de Volkskrant komt, dan denk ik dat die Oranjes zich uitstekend kunnen verdedigen. Ja, en mij denken als er ooit een film gemaakt wordt over Balkenende, mij krijgen de hoofdrol. Want mij zijn de van de stuntelige, mij hebben de van de belachelijke de haar en mij zijn de van in de jaren 50 blijven stekende. Bedankt jullie voor je komst, de Vieseman, Bassie en Klukkluk. En ik heb weer drie mensen uitgenodigd die op de een of andere manier zelf in het nieuws waren en waar ik het nieuws mee door ga nemen. Allereerst is hier schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers. En daarnaast voormalig minister van cultuur Hedy Dancona. En minister van Financiën Gerrit Salm. Zo, neemt u allemaal plaats. Vijf de stoelen bij. Moet eens kijken, ik heb een cadeautje gekregen van die man met die wurmen. Wat? Oh nee,
doe weg, zeg. Ik ben wel gewend om het glibbers om te gaan, hoor. Ja. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Maar ik heb helemaal niet. Ah. Nee, ik ben hier omdat ik twee boeken heb uitgegeven. Ja. Daar kom ik zo bij. Eerst even naar mevrouw D'Ancona. Mevrouw D'Ancona, welkom. Ja. U was opeens weer in het nieuws, was een tijdje weg, maar u heeft een autobiografie geschreven. Ja, dat klopt, ja. Nou ja, kijk, ik liep eigenlijk al zo lang rond met het idee om een boek te schrijven over mijn eigen leven. Maar ja, dat moet natuurlijk wel ergens over gaan, ja. Hè, toch? Ja. Dus, maar goed, ik dacht ook als ik wil dat het er komt, dan komt het er ook. Ja. En dan moet het er ook komen. Ja. Dan zet ik mijn schouders eronder. En dan is dat boek er. En het is er ook. En het mag er zijn. Ja. Maar mevrouw D'Ancona, ik vind het voor iemand van uw leeftijd nogal aan de magere kant een beetje dun. Ja, nou dat zit zo. Ja. Kijk, alles wat je dubbel zegt, hè. Ja. Dus alles wat je dubbel zegt, dat haalt zo'n redacteur er meteen uit. Dus ja, dan blijft er natuurlijk niet veel over. Ja. Nee. Goed, nou, kom verder nog wel buiten. Meneer Zalm, ik hoef u niet te vertellen waarom u hier zit, hè? Nee, ik heb ook een boek uit, hè? U heeft een boek uit? Ja, de nieuwe Harry Potter in één keer uitgelezen. Nou ja, meneer Zalm, ik wilde het hebben over dit. Het stabiliteitspact dood verklaard. Ja, ik was al bang dat u het daarover wilde hebben. Ja. Vorige week zit hier Josias van Aartsen en dan gaat het helemaal nergens over. En dan zit ik hier en dan gaat het opeens over de inhoud met Gerrit Zalm. Ja, u heeft natuurlijk een rotweek achter de rug, want we zijn er met de euro toch echt door Frankrijk en Duitsland ingeluist, hè? Nou, kijk, je kunt het natuurlijk ook van de positieve kant bekijken. Je kunt ook blij zijn dat er eindelijk een leider is in Duitsland die niet streeft naar één heel groot sterk Europa, hè? Ja. Het is leuk wat u zegt, maar het is het failliet van Europa. Nou, kijk, ze zeggen in de voetballerij wel eens, er zijn geen kleintjes meer in Europa, maar dat is in de politiek wel zo, hoor. Top. Hier zit er een. Maar kijk, even alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk toch zo, de besluitvorming in Europa is eigenlijk een hele grote flipperkast. Hè? Je gooit er een bal in en ja, zie je hem er maar in te houden. En op een gegeven moment komen er twee van die hele grote ballen dwars door het midden. En je houdt ze gewoon niet tegen. Ja, tenminste, ik er niet. Nee, dat is waar. Ja. Heb je flipper? Flipper! Meneer Wolk. Hij is geweldig. Ja. Meneer Wolkers, wat een dolfijn. Nee, meneer Wolkers. Echt een beestje om trots op te zijn. Wat is er? Nou, dat ging niet over Flipper de dolfijn, maar dit ging over Flipperkast. Want dat deed u vroeger altijd, maar dat doet u niet meer, hè? Dat Flipper. Nee, dat doe ik niet meer. Ik vind dat je daarmee een heel verkeerd signaal afgeeft aan de mensen. Het is toch zo dat de tijd van vrije spelen en extra ballen, dat is echt over, hè? Ja. De gekke Gerrit niet, natuurlijk. Ja, dat is het hele punt, Gerrit, daar ben je wel. Gekke Gerrit. Ik vind het jammer dat de gulden weg is, hoor. Ja? Ik vind het echt heel jammer. Ik vond het mooi geld, met die vuurtoren ook, vond ik heel schitterend. Ja. En vroeger kon je voor een gulden kon je gewoon drie keer flipperen. Ja. En nu kan je maar drie keer flipperen, moet kost een euro. Het is allemaal veel duurder geworden. Nou, dan wordt het toch een beetje vervelend gedaan over de euro. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland gewoon heel tevreden zijn met de euro. Laten we even gaan stemmen. Mensen, allemaal even de handen omhoog. Wie blij is met de euro? Kijk eens wat een woud van vingers. Goed, ik wil even naar het volgende onderwerp. En misschien mevrouw D'Ancona een onderwerp wat u interesseert. Minister De Geus die heeft gezegd, emancipatie van vrouwen is volgens De Geus voltooid. Nou, dat is toch verschrikkelijk, zeg. Daar ben ik het ook helemaal pertinent niet mee eens, hoor. Het is toch belachelijk dat een man, notabene, hè, een man moet zeggen dat de emancipatie voltooid is. Nou, we hebben nog een lange weg te gaan. Ik ben al jaren geëmancipeerd, Heidi. Ja. Al jaren geëmancipeerd, hè. Altijd al luiers verschoot bij de jongens, hè, toen Bob en Tom, de tweeling, toen die nog zo klein waren. Maar ik was ook heel nieuwsgierig naar het palet aan aardetinten dat ze nou weer bij elkaar gescheten hadden. Want als ze dan peentjes hadden gegeten, als ze peentjes hadden gegeten, dan zag je die schitterende gele oker. Maar Rembrandt nog een peentje aan kon zuigen. Maar heren, we zijn er toch gewoon nog lang niet. He, ik bedoel dit. Kijk, zolang een vrouw, als Estelle Gullit dit soort van interviews moet geven, nou luister, dan is de emancipatie toch nog lang niet voltooid. Nee, Estelle Gullit is niet dom. En dan citeer ze haar, wat is er verkeerd aan winkelen? Ja. Nou, dat zal ik je vertellen, Estelle. Wat is er verkeerd aan winkelen? Het meervoud van winkel is winkels en geen winkelen. Dat vind ik nou toch weer zo knap. Dat vind ik
gewoon weer op de woorden te pakken. Ik hoorde u van de week zeggen, u gaat een monument maken voor Rembrandt. Hè? Ja, joh, leuk, hè? Ja, mooi. Ja, ja, vind ik schitterend, want Rembrandt was natuurlijk een groot genie, hè? Ja. Magistraal in het werken met licht ook, hè? Ja. Ja, hij heeft ook wel een poosje in het pikken donker gewerkt, maar dat leek nergens op, hoor. Maar 6 meter hoog maak ik het, en helemaal van glas. Mooi, en waar komt het te staan? Nou, ze wilde het eerst in Amsterdam zetten, maar daar heb je er maar 2 uur plezier van. Ja, want glas is natuurlijk kwetsbaar. Zo kwetsbaar. En op de een of andere manier vinden mensen dat heel provocerend, die kwetsbaarheid van dat glas. Hè. Als je kijkt ook naar die 19 kogels door de ramen bij Quote. Ja, afschuwelijk, natuurlijk. Ja, maar dat was niet de kwetsbaarheid van glas aantonen, maar om de redactie te intimideren. Nou, dat is toch werkelijk verschrikkelijk, zeg, wat daar is gebeurd. Hè. We mogen toch niet wijken voor terreur. Dat mag toch gewoon niet. Dat kan toch ook niet. Nee. Maar ja, het kan wel, maar het mag toch gewoon niet. Nee, hier ben ik het volledig met collega Hedy eens. Ja. Het is natuurlijk een flagrante schending van de persvrijheid. En ook nog eens een keer slecht uitgevoerd. Ja. Kijk, als je 19 keer schiet, het is geen 1 keer raak. Ja, dan weet ik zeker dat die schutter zit niet in de top 500 van de beste schutters, hoor. Nee. Maar Jort Kelder was wel heel stoer. Want die heeft verklaard, hij is niet van plan om in te binden. Terwijl bij de eigenaar van het blad een kogel dwars door het raam van de kinderkamer is gegaan. Verschrikkelijk. Is dat verschrikkelijk? Ja. En het ergste was, in die kinderkamer lag Georgina Verbaan te slapen. Ja, u kunt hier nou wel leuk grapjes over gaan maken. Nou, dat vind ik ook. Het is altijd hier een beetje aan tafel de sfeer van lacherigheid. Maar dit zijn serieuze onderwerpen. Nee. Kijk, ik wil niemand de mond snoeren, satire. Nee. Moet allemaal kunnen natuurlijk. Ja. Maar ja, als je geen enkel instituut meer serieus neemt, ja, dan is het einde zoek. Kijk, ik zag van de week bijvoorbeeld in de winkel dit poppetje. Ja. Je ziet het? Het is Jan-Peter Balkenende. Ja. Ja. Nou, en als je dat ziet, ja, dan neem je gewoon helemaal niets meer serieus. Kijk, je kunt hem ook nog aanzetten. Ja. En dan kun je zeggen, ja, hij staat een beetje te draaikonten en dat soort dingen. Maar ja, kijk, je kunt hem ook weer uitzetten. Kijk, dat is makkelijk. Gaat net zo makkelijk als in het echt. Ja. Okay. Ja. Maar kijk, als je dat dus niet meer serieus neemt, waar gaan we dan heen met deze maatschappij? Ja, ja, nee, maar haalt nu zelf weer een grap met meneer Balkenende. Maar ondertussen, mede dankzij meneer Balkenende, nu zit heel Nederland met bevroren lonen. En omdat wij zo nodig aan het stabiliteitspact moeten voldoen. En dan worden we gepakt door grote landen als Duitsland en Frankrijk. Nou, dat zie ik toch op een andere manier. Want ik heb wel degelijk het idee dat Nederland nog steeds een gidsland is. Ja, maar wel een gids die zijn groepje kwijt is. Ja. Ja, ik sta vaak met die paraplu in mijn eentje en dan staat er niemand om me heen. Dat geef ik toe. Ja. Ja, maar we zijn toch gewoon genaaid door Schreuder en door Chirac? Ja. Nou, dat zegt u nu, maar ik heb toch het idee dat er wel degelijk... ja, dat zij het eigenlijk net zo vervelend vonden als dat wij het vonden. Nou, ik heb de indruk van niet. Listen carefully, because I shall sing this only once. He may be the pal I never had, a diplomatic acrobat, may be my guiding light in life. Just like Voltaire, he is my German bumblebee. We hardly ever disagree, but still he's one big mystery. Just like the color of his hair. Oh, but I'd never dye my hair, eh? He may have been called super menteur. Still he's the one that I prefer. He may be cocky and conceited, I don't care. He, though I don't like his garlic kiss, excuse moi, all of our meetings have been bliss. My true companion in this biz, we are both opposing Bush and Blair. Same European point of view, although there may have been a war too. We just make debts and they pay the check. Yes. We're the biggest standing European vips, just wipe our ass with these love bibs.
We just don't care, 'cause there is no way back. But he, that big show off we detest, puts our commitment to the test. This either beaver, sucker for stability. We don't deserve a penalty. We are completely duty-free. In fact, it's one big robbery. The European Union's the check. Meneer Salem, Heli den Koonhaaien, Jan Hogens, dank voor jullie komst. Dit was Kopzwijgers. Tot de volgende week. Dag. We gaan het nieuws doornemen en dat doe ik weer met drie mensen die wat voor manier dan ook zelf in het nieuws waren. Allereerst hier de bondscoach van Nederland zelf, al Dick Advocaat. De moeder van de minister-president, mevrouw Balkenende. En dan volkszanger en nummer 1 in de top 40, Frans Bauer. Hoi. Hoi Maris. Ik ben even veilig aangekomen bij Kopzwijgers. Ja. Het is heel gezellig. Okay. Ja, doe een kusje aan Jantje en Chrisje. Houdoe. Ja. Houdoe. Ja, Frans, ja, ook welkom. Ja, je belt vaak met thuis, maar ook met je fans heb jij een hele bijzondere band. Hè? Die komen bij jou, geloof ik. En, ja. Nou, wil ik... Zij hebben me groot gemaakt, hè, Jack. Precies. Nou, daar komen we straks nog even op terug. De bondscoach, Dick Advocaat. Hallo, Jack. Wat een loting, hè, gisteren? Ja, ongelofelijke loting. Ja. Seedorf had mij getrokken. Hè? Dus, wat je dan allemaal meemaakt op zo'n avond. Kijk, Seedorf is natuurlijk een hele, hele leuke gozer. Zo rond 5 december, dat noemen we hem in de groep, noemen we hem altijd de Penalty Piet. En dan worden er ook allemaal gedichten over gemaakt. Maar hij had voor mij dit keer dus weer zo'n hele voetbal gemaakt. Die moet je er open snijden. Die zit dan helemaal tot aan de rand gevuld met allemaal bruine zogenaamd poep natuurlijk. Ja. Dus dan weer ontbijtkoek. Dus ja, ik schep zo een hele hand zo uit die bal. Ik steek zo in mijn mond. Nou, het was dus in principe wel zelf gemaakt. Maar het was geen ontbijtkoek. Nee. Ja, het is natuurlijk zo, op dit niveau kun je jezelf niet laten kennen. Dus ik heb die hele bal leeg gegeten. Ik heb geen krimp gegeven, ja, dan moet je die koppen zien. Hè. Dan dwing je toch een stukje respect af. Ja. Dus ik heb toch goede hoop dat ik ook mee mag naar Portugal. Oké, goed. Frans Bauer, hoe heb jij Sinterklaas gevierd? Nou, heel gewoon. Oh. We zijn bij mij thuis heel gewoon gebleven. Ja. Dus we doen het met gedichtjes en cadeautjes. Ja. Ja, en Sinterklaas is nog langs geweest. Kijk eens, en wie was dat? Sinterklaas. Verdomme. Snap ik, maar wie speelde hem? Gewoon Sinterklaas. Ja, ja. Sinterklaas. Jij gelooft daar nog in? Ik geloof alles. Oh. In een land waar ik op nummer 1 sta, daar moet Sinterklaas wel bestaan. Ja. Ja, je staat nummer 1 in Nederland, hè? Ja, nummer 1 hit. Geweldig, ja. Hè? Ja. Ik heb soms wel eens het idee van, wat heb ik hier aan verdiend? Ja. Nou, waar heb ik dit aan verdiend? Ja. Ja. Het is van fantastisch. Ja. Geweldig. Zo mooi, hè, van de Frans. Hij is zo gewoon gebleven is, hè? Ja. Ja, ik zou wel bijzonder willen zijn, maar ja, dan moet je wel wat kunnen natuurlijk. Ja. Ja. Mevrouw Balkenende, ook welkom. U heeft ook Sinterklaas gevierd, zie ik. Heeft de meid er nog op? Dat is dan weer die satire natuurlijk, maar nou, we hebben het uitgebreid gevierd. Een beetje ouderwets, hè. Dus Jan-Peter en zijn broers in de pyjama met de keurige gekamde natte haartjes. Hè? Ja. En, Jan-Peter had zo'n mooie surprise meegenomen. Hè? Ja. Dat was een grote doos met allemaal woorden waar je dan eerst doorheen moest. En helemaal onderop was dan 8% koopkrachtverlies. Oh. Oh, ja. Ja. Nou, we zijn zo verrast.
verrassing. We hadden op één gerekend. Ja, ja, dat is dan. Ja, dat was zelfs een lekker. Ach ja, normaal gesproken doen we nou ook altijd dat Sinterklaas dan in het grote boek voorleest. Hey, over wat Jan-Peter allemaal fout had gedaan het afgelopen jaar. Maar dat hebben we nou maar overgeslagen. Want we wilden natuurlijk wel voor Kerstmis klaar zijn. Hey? Ja. Oké, okay, ik wil even naar wat algemene onderwerpen. En is er één onderwerp waarvan ik denk, ja, moeten we het daarover hebben? Dat is dat verhaal in Duitsland van die kannibaal. Die heeft dan zijn vriend opgegeten. Maar daarvoor hebben ze eerst het ding van die vriend eraf gesneden. En toen gebakken. En toen was hij niet in één keer goed, heb ik begrepen. Hij moest twee keer gebakken worden. En toen hebben ze dat ding opgegeten. En ik vind, moeten we het daar nou over hebben in een programma als dit? Over welk dingetje hebben we het nou dan? Ze piemel. Oké, okay, nee, oh, geen nee. Och, get steady. Ja. Oh, ik zeg heel eerlijk, Jack, doe mij maar een balletje gehakt. Ja. Ja. Nou, dan zal ik het ook heel eerlijk zeggen, Jack. Ja. Volgens mij was het gewoon een weddenschap. Huh? Ja, die ene Duitser heeft gewoon gezegd, als Frans Bauer op één komt, dan vrijt ik mijn lul op. Ja. Ja. Nou, goed, goed, goed. Ja, oké. Okay. Goed. Ik vind het mooi, ja. Frans is dat hij altijd zo gewoon gebleven is. Ja, 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 daarom loopt er ook 24 uur per dag een cameraploeg omheen. Ach, heb je hem hier met zijn satire, hoor. Maar ik vind het zo mooi, hè. Hij is zo gewoon en dan belt hij drie keer per dag. Maar kijk vaak, hè, naar de bouwers. Ja. Ik belt hij drie keer per dag, belt hij zijn moeder, hè. Ja. Ja, dat doet Jan-Peter dan niet, hè. Nee. Heeft dan, ik heb dan net het wekelijks gesprek met de minister-president. Dat, ja, dat kan er nog net vanaf. Hij heeft van de week wel zwaar onder de kritiek gelegen, hè. Boterzachte belofte van Balkenende. Vooral dat van die 1% en dat opeens 8% werd. Ja, echt keihard hebben ze hem aangepakt. Jan-Peter ligt altijd onder vuur. Dat is echt onrechtvaardig. Ja. Ja. Echt heel veel. Eerst over die Mabel en toen over de satire en al die dingen. En dan nou weer van die koopkrachtplaatjes. Ik vind echt, hij is gewoon echt moe. Hij is echt moe. En is gisteravond ook een keer laat geworden, Sint-Niklaasavond. Dus ik zeg tegen Jan-Peter, mama gaat wel, ik ga wel praten met Jack. Want ik wil wel zeggen, hij heeft zich als een leeuw verdedigd. Echt waar? Ja, bij Van de Beek in Nova, kun je het gezien? Ja, kan maar, even kijken. Kijk, daar heb je hem. Wat doet een premier met een geloofwaardigheidsprobleem? Ik denk, als we praten over het vraagstuk van de koopkracht... God, dat doet het toch goed, hè? Zoals je dat... Dat hij op basis van de algemene berekening van het Centraal Planbureau... Algemeen, maar dan niet specifiek, maar gewoon de algemene berekeningen. En dan, als het gaat om dingen, en dan doet hij dan zo sterk en zo goed. En dan denk je, hij praat maar doorpraten, hè? Na twee zinnen, ik haak af, ik hoor niet meer wat hij zegt, maar hij gaat maar door. En dan denk ik, goh, dat verbale talent, waar zou hij dat van hebben, hè? Want hij praat maar door, en dan denk ik, waar gaat het over? En dan denk ik, van zijn vader heeft hij niet. Vader zit vaak in de hoek met een krant en je hoort hem niet. Dat hij toch, hij moet ergens in de familie zitten. Dat hij gewoon geleerd heeft om gewoon maar door te praten. En dan je denkt, waar gaat het over? Maar dat toch altijd weer... Maar wat heeft hij nou gezegd? Nou, uiteindelijk heeft hij dan gezegd dat de armen toch weer armer moeten worden. Want daar is hij tamelijk principieel in. Goed. Frans Bauer, wat ik zo opmerk vind is dat jij en je fans, dat is een verhaal apart, hè? Ja. Ja, ze herkennen heel veel in mijn tekst, hè? Toch? Nou, ik herken daar helemaal niks in die teksten. Het zijn onbegrijpelijke teksten. Ja? De semi-intellectuele gelul van die vent. Nou ja, dat is leuk, Frans. Ik heb een straalverbinding met twee van jouw fans. En, oh, wat leuk! Kijk. Oh, dat zijn Bert en Nelleke! Ja. Dat zijn fans van mij! Ja, Frans en Jack, dat zijn... Ja, Bert en Nelleke, welkom. Hallo. Jullie zijn al heel lang fan, hè? Ja, al vanaf het eerste uur eigenlijk... Nog vanaf zijn eerste optreden dat bij Robert de Brink dat hij was. Ja. Dus nog voor Janne Weber waren wij al fan. Ja, Frans heeft een bijzondere band met zijn fans, heb ik begrepen. Ja. We hebben 3 cd's van hem in huis. En op een gegeven moment ging de bel. En wie denk je dat er op de stoep staat? Frans Bauer. Frans Bauer. Frans Bauer. Ja, we zagen het gelijk. Hij is heel gewoon gebleven. Ja. Hij, goed geur en kleur natuurlijk. Ja, ja. Nou, hebben jullie hem ook binnengelaten toen? Ja, gezellig, leuk, was leuk. Kopje koffie, koekje erbij, goed, tala, hele hups. Ja, en dan is hij toen uiteindelijk ook nog eens een keer blijven eten bij ons. Nou, hartstikke vereerd natuurlijk. Kaasfondue. Kaasfondue uit een pakje, maar toch. Ja. Dus wat later, biertje erbij. Een bakootje erbij. Ik geloof dat om 2:30 is Frans eens een keer vertrokken, zeg maar. Ja, dus hij is alles bij elkaar, is dus 7,5 uur bij ons over de vloer geweest. Ja, het is wel uniek. Ja... En nee, want de week daarop was het? Het was de week erop. We stonden al klaar in de gang. Onze jas al aan. We gingen naar de 3 musketiers. Ja, we zijn dus fan van, althans van 2 van de 3 musketiers. Dus wij wouden daarheen. Nou, we doen de deur open. Wie denk je dat er staat? Frans Bauer.
Ja, ja goed, hij is toch dan onze grootste fan, zegt hij zelf, dus ja. Je laat hem binnen. Dus, ja. Ja, hij had Chinees gehaald, op zich heel aardig natuurlijk. Buik panggang, gebakken banaan, want hij is gewoon gebleven. Ja. Uitpakken, uitserveren. Ja, we zeggen wel, hij is zo gewoon gebleven, maar bij ons is hij dus eigenlijk gewoon gebleven, zeg maar. Ja, ja. Ja, en, ja, maar hij is gebleven, hoe bedoel je dan, hij is gebleven? Nou ja, goed, op een gegeven moment hebben wij toch echt moeten zeggen van... Frans, kijk eens op de klok, het klokje kijkt boos, morgen vroeg er weer uit. En toen is hij weggegaan, althans dat dachten wij. Maar goed, de volgende ochtend werd ik wakker van het geluid van de stofzuiger. Ja, er stond dus de stofzuiger, kwam ook nog de geur van een gebakken ei naar boven. Had hij ontbijt voor ons gemaakt? Ja. En nee, we moesten blijven liggen. Hij zou het wel even boven komen brengen, want hij was zo gewoon gebleven. Ja, ja. En nu heb ik begrepen dat jullie verhuisd zijn, hè? Ja, ja, we moesten wel. Op een gegeven moment begon hij dus elke dag langs te komen. Ja. Ging hij schoonmaken en koffie zetten en afwassen en douchen. En, douchen? Ja, op een gegeven moment stond hij dus gewoon naast ons in de douche. Oh. Ja, en hij doet dan niks, want hij is heel gewoon gebleven. Maar goed, je staat toch te douchen. Ja. Ja. Ja, maar dat gaat wel heel erg ver, hè? Ja. Ja. Okay. En voor mij kwam eigenlijk het breekpunt op het moment dat onze eerste kleine werd geboren. En die was wat vroeg, dus die lag in een couveuse. Nou ja, goed, er komt Frans langs. Was dikke aardig natuurlijk, maar ja, er zit wel ineens een vreemde volwassen vent in je couveuse. Ja. Ja, en goed, als je 7 of 8 dagen oud bent, dan heb je gewoon nog geen behoefte aan koffie of babi panggang. Nee, nee. Maar goed, nu zijn jullie verhuisd en dat adres houden jullie geheim, hè? Ja, dat leek ons beter, want... Wij zitten aan het gaatje. Inmiddels. Dus het is eigenlijk nu voor het eerst in weken dat wij gewoon een keertje gezellig met z'n tweeën zonder dat... Heb jij de keukendeur op slot gedaan? Heb je even voor... Hallo! Cadeautje! Van het nieuwe huis, gefeliciteerd! Hey Frans. Nou, Bert en Nelleke, ik wens jullie veel sterkte de komende tijd weer. Dag! Oké, dag. Ja. Heerlijk, die muziek van Frans Bauer. Op weg naar Portugal, zou ik zeggen. Nou, dat is niet helemaal zeker. Nederzelfde gaat wel, maar of ik meega, staat toch natuurlijk ter discussie. Maar u wilde toch daar heel graag heen? Ja, ik wil graag. De spelers beslissen dan in principe. Ah. Ze hebben mij beloofd dat ik uiterlijk begin april een bericht krijg. Ja. Maar u heeft wel voorbereidingen toch al getroffen? Kijk, voorbereidingen moet je natuurlijk minimaal een half jaar van tevoren beginnen. Daar zit ik zelf ook bovenop. Ik heb zelf gebeld in Portugal. Ik heb gezegd, we willen in principe het beste hotel. Ja. Nou, dat is ook gelukt. Alleen dat dorpje principe, dat ligt 350 kilometer buiten. Zo. Dat is heel vervelend. Ze moeten elke ochtend in alle vroegte met de bus dus uit principe naar het trainingsveld. Dat heet dan in principe? Nee, uit principe. En dan s'avonds weer terug in principe. Maar even, gaan we de finale halen? Nou, weet je in principe nooit, want het is toch sport natuurlijk. Ja. Of een finale. Het EK is heel zwaar. Het zijn in principe allemaal uitwedstrijden. Ja. En daar zitten we ook nog eens in de pool des doods. Want? Natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk. We hebben Letland. Moet je vreselijk oppassen met Letland. Letland oppassen? Jawel, daar deur op slot, de kleedkamer. Want je bent zo je spullen kwijt natuurlijk. Die lui hebben genageld om een gat te krabben. Nee. Dus je kan met maatsalaris van Kluivert kunnen ze in Letland een heel ruimtevaartprogramma van de grond tillen. Nou, en tenslotte, dat weten we allemaal, Duitsland. Nou ja, Duitsland, moet je luisteren, Jack. Dat zijn gewoon 11 Duitse lullen, die kun je gewoon opvreten. Dank voor jullie komst. Prettig weekend, tot de volgende week. Ja. Goed. Wij gaan het nieuws van het afgelopen jaar doornemen met mensen die zelf in het nieuws waren. Allereerst is hier onze meest dankbare gast, mag ik wel zeggen, die wij konden hebben. Minister-president Jan-Peter Balkenende. Ga maar zitten. Meneer Balkenende, welkom. Ja. Oliebolletje. Ja, als het gaat om oliebollen wil ik natuurlijk best mijn verantwoordelijkheid nemen. Ja. De bollen vertegenwoordigen natuurlijk een stukje oud-Hollandse joods-christelijke traditie, waarvan ik zeg, ja, die moeten we koesteren. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, als je het hebt over oliebollen, is er sprake van vette jaren en magere jaren. Ja. En de vraag is natuurlijk of je in magere jaren wel een vette oliebol mag eten. Ja. Dus? Lekker! meneer Balkenende, ja. Waar ging het nou mis dit jaar? Ja, als het gaat om dingen die misgaan, moet ik toch zeggen, ja, daar heb ik mijn verantwoordelijkheid in genomen. Dan zeggen we binnen het CDA, misgegaan. Nou, is wat misgegaan dit jaar? Ik kom daar straks even terug, want ik ga eerst onze tweede gast aankondigen. Dat is de strenge meesteres van Idols, Journey Kaagman. Journey Kaagman, welkom. Oliebolletje. Nee, dat gaat helaas niet meer. Nee. Nou goed.
Idols was een van de meest populaire programma's van het afgelopen jaar. Jullie zijn een aantal weken geleden weer begonnen. De formule is niet gewijzigd, hè? Nee. Dit jaar hebben zich 17.000 jongeren aangemeld. Ja. Bij de eerste schifting worden de gekken en de talentlozen eruit gehaald. Uh-huh. En de rest valt af. Ah. Maar ja. Ik moet je eerlijk zeggen, bij sommige kandidaten is het onmogelijk om je gezicht in de plooi te houden. Toch, ja, ja, ja. Goed. We gaan onze derde gast, ik kom straks nog even terug. We gaan onze derde gast, dat is de misdaadverslaggever. En de man die het meest... Graag komt erbij. Ja. De man die het meest spraakmakende interview van het afgelopen jaar hield, Peter R. de Vries. Peter Oliebol. Nou, jij ziet er lekker uit. Peter, het is een succesvol jaar geweest, hè? Nou ja, de zinnen van het jaar waren toch wel... Mabel, ken je me nog? Ja. En Peter, 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 zij was de wijf van die lange. Ja. Dus ik denk dat ik toch een stuk poëzie aan het nationaal bewustzijn heb toegevoegd. Ja. Maar Jack, wat bedoelde je nou met dingen die mis zijn gegaan? Nou ja, neem me niet kwalijk, meneer Balkenende. U heeft er toch een potje van gemaakt afgelopen jaar? Sterker nog, meneer Balkenende, u bent een van de redenen waarom ik overweeg om de politiek in te gaan. Als we het jaar eens eventjes doornemen. Ja. Begon met Influistergate. Afluistergate, ook wel bekend als Margaritagate. Ja. Mabelgate, de mislukte formatie met Bosgate. Die hele houterige geboortespeechgate. Ja, en de minima die er 8% op achteruit gingen, terwijl u gezegd had 1%. Mgate. Ja. Jullie noemen dan nu 12 dingetjes die dan niet helemaal goed gingen. Maar er zijn ook een heleboel dingen wel goed gegaan. Zoals? We hebben met 6-0 gewonnen van Schotland. Ja. Het was het hele jaar prachtig weer. Ja. En er is een prinsesje geboren. Ja. Maar dat is toch niet uw verdienste? Oh, nee, dus als er iets misgaat bij het koninkhuis ben ik verantwoordelijk. En dat is allemaal niet goed. En dan wordt er een wolk van een baby geboren. En hebben de mensen van het koninkhuis allemaal weer zelf gedaan. Ja. Maar u bent toch met afstand de premier van Nederland die in de hele politieke geschiedenis niet serieus genomen is? Ja, wacht eens eventjes. We hebben wel even Saddam Hussein uit zijn hol gerookt. No, dat is nog... Ah. Kijk, nou... Daar hebben. De joker uit het kaartspel is bij ons Mohammed Al-Saaf. Oliebol? No, I refuse to eat those idiot infidel Zionist oil balls. Ja, nou, probeer het eens. Goed. This is food and oil program all in one. Ja. Maar meneer Saaf, even nog over, u was zijn woordvoerder, hè, maar over Saddam. Ja, ze hebben hem toch uit zijn hol in de grond, hebben ze hem toch uitgesleept? Ze hebben toch die dictator totaal vernederd? No. The great leader came out of his glorious hole in the ground to accept the surrender of the American forces. Oh? And to humiliate them, to force them to shave off his beard. Ja. Mooi. Ik wil even eigenlijk een soort gaan afronden. Journey, het nieuwe jaar 2004. Komt er daar weer een nieuwe Idols als deze? Ja, we boren toch iets universeels aan. Dus, ja, want iedereen wil toch wel op tv. Iedereen wil beroemd zijn. Ja, zeker. En dat is prachtig. Het enige nadeel van beroemd zijn is dat je de rest van je leven bezig bent te lijken op je poster. Ja. You tortured 17.000 innocent children, you crazy hypocrite Zionist bitch. May Allah... May Allah give you a mirror. Ja. Ik heb weer vier nieuwe gasten aan tafel die ieder op hun eigen manier in 2003 het nieuws een gezicht hebben gegeven. Allereerst is hier de hoofdredacteur van Quote, onze nationale gouden bal, Jort Kelder. De voorzitter van PSV, Harry van Rij. Meneer van Rij, hartelijk welkom. Mag ik u een oliebol aanbieden, hier? Nee, dank u wel. Ik mag niks aannemen van de Ajax-supporters. Ten slotte is hier het echtpaar van het jaar, prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuiderwijn. Welkom. Neemt u een oliebol, meneer de Roy van Zuiderwijn? Hartelijk. Zegt u? Een oliebol. Ja? Ja, oliebol. Geloof je het zelf? Ja. Geloof je het zelf? Ja. Hallo, test. 1, 2, 3. Hallo, test. Hallo. Sorry, de geluidjongens van de AVD die zitten tegen het plafond. Maar meneer de Roy van Zuiderwijn, dit zijn echt oliebollen. Daar zitten geen microfoontjes in. Man, doe toch niet zo naïef. Die zwarte puntjes, wat is dat dan? Ja, dat zijn krenten.
dat zijn krenten. Nee, die lui van het Koningshuis, dat zijn krenten. Ja. Hoor jullie dat? Die zijn krenten. Ja, ja. Die zijn ja. krenten allemaal. Ja, ja. Waar ik naartoe wil is meneer Van Rij. Ja. Meneer Van Rij, mag ik vragen, wat was het dieptepunt voor u dit jaar? Ja, je moet je natuurlijk naar de bekende weg vragen. Het is gewoon een afschuwelijke affaire geweest, een groot deel van het jaar rond... Ja, de neergang van onze financieel directeur, de heer Sporen. Mm-hmm. Dat is puur heksenjacht geweest. Is al één grote hetze van de media. Ja? Geen spoor van bewijs gevonden. Ik ben zelf ook bezig kijken op een nachtje. Ik ben polshoogte gaan nemen in het Anne Frank plantsoen. En ik moet zeggen, ja, het is mijn wereldje niet. Nee. Maar die mensen hebben toch ja, op hun eigen manier het ontzettend naar hun zin. Ja. Het is zeg maar een soort mix van Brabantse gemoedelijkheid en Marokkaanse gastvrijheid. Ja. Maar mag ik dan meteen vragen, wat was het hoogtepunt voor u dit jaar? Ja, het was natuurlijk de 2-2 tegen Ajax uit in de arena. Dus. Ja, maar nou maakt u me veel wijs. Maar ik kan me niet voorstellen dat 2-2, dus een gelijk spel in de arena, dat voor u een hoogtepunt was. Het gaat toch niet om het ene puntje. Gewoon een hele dag naar Amsterdam. Dat vind ik nog steeds zo mooi. Ja, zo schitterende stad. En aan het eind van de dag zie je die arena zo in de verte liggen schitteren. Daar krijg ik echt kippenvel van. Toch. Dat zijn altijd de nieuwste snufjes hoor, daar in de arena. Ja. Ze hadden nou weer van die deuren die elektronisch vanzelf opengaan als je eraan komt lopen. Dat vind ik zo mooi. En trappen die helemaal uit zichzelf naar boven gaan, die verdwijnen dan zo opeens. Dan denk je, waar zijn ze gebleven, die trappen? Maar dan komen ze aan de andere kant, komen ze tevoorschijn. Ja, ja, ja. Die hele hoge lampen, dat je s'avonds ook kan voetballen. Ik vind het zo mooi. Het is eigenlijk zeg maar een soort evoluon, maar dan waar alles het wel doet. Ja, ja. Ja, ik vind het ook. Ja, één ding viel wel een beetje tegen. Maar ze toch in de play, dus in die pispot, zaten nog vliegen, maar die waren dan weer nep. Oh. Ja, terwijl wij hebben PSV, hebben dus echte vliegen in de wc. Ja, 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 ja. Maar mag ik nou eens vragen nu, prinses Margarita, wat was voor u nou echt het dieptepunt van het jaar? Dat vind ik heel moeilijk om te kiezen. Ja. Maar het diepste dieptepunt is toch wel het nieuwste boek van mijn moeder, Aarde, ik hou van jou. Ik had zo gehoopt dat ze had geschreven, Margarita, ik hou van jou. Maar het is toch de aarde geworden. Ja. En daarom ben ik ook zo gelukkig met een man die toch ja, wel een beetje aardig voor me is. Ja. Wie is dat dan? Ben jij toch? Oh, sorry. Satirisch kleipoppetje van me. Ja. Ik dacht dat het dieptepunt voor u toch was dat u het geld wat u geëist heeft van de familie, dat u dat niet gekregen heeft. Vent, hou het toch eens op. Het gaat ons echt niet om die paar kleine rotcentjes, hoor. Nee. Het gaat om heel grote bedrag. Nou. Maar er was ook positief nieuws uit de koninklijke kringen. Want er is een prinsesje geboren, prinses Amalia. Ja. Wat vindt u ervan? Bent u al op bezoek geweest? Ja, wij zijn wezen kijken. Ja, en? Mooi? Nou, ik herken heel veel van mezelf in mijn nieuwe nichtje. Ja, ja. Ja? Ja. Heel klein. Houdt de hele familie uit de slaap. En vindt eigenlijk alles moeilijk om te zeggen. Ja, ja. Ja, nou, hij heeft een grote mond, maar een heel klein... Hartje. Hartje, ja. Je hebt toch een heel klein hartje? Ja. In een klein hartje. Tot slot, er zijn ook dit jaar weer veel oudejaarsfeest, maar het oudejaarsfeest 2003 is dit jaar gegeven door Tona Balkenende, de moeder van Jan-Peter. En ze heeft groots uitgepakt. Was een veelbewogen jaar. Reden voor Tona Balkenende om een knalfuif te geven. Gaat u mee? Reisjerijk, het jaar is om. Een rampenjaar voor het vastendom. Dat kan veel beter in het jaar 2004. Geen hitte golf, geen dijk doorbraak. Geen glazen en Irak. Want je zal zien joh, het gaat allemaal veel beter. In het jaar 2004. Al meer lief dan leed. Geen meubelgeet. Ja god, ja, Anders Moberg wordt de man van het jaar. De hele society gaat aan de kaviaar. Geen treinderen. Of dat soort gezeur. Er geen smerig gedoe. Hou je fatsoen. Daarin dat Anne Frank plantsoen. Het komend jaar geen mens gestrest. Geen SARS, geen AIDS. En geen vogelpest. Het kan veel beter in het jaar 2004. Geen babyluik, geen jonker.
Bob. Geen dronken Bob. En morgen geen allochtone stop. Dat kan allemaal beter in het jaar 2004. Jongens, neem me lekker in. Daar staat het voor. Ik heb mijn oliebollen meegenomen. Net lekker in een bolletje bij. Ja, neem er nog maar een. Je moet er ook wel groeien, hè. Zou u de werkplekker ook vrij willen houden? Ach, meisjes, ze hebben over mij ook de verschrikkelijkste dingen verteld. Allemaal waar. Dat vind ik maar, dat weet ik niet meer. Zo. En weet je wat beter is voor de natuur, joh? Huh? Geen files meer. Verschrikkelijk. Van hier tot de A4 en terug en van Maastricht tot Raams ook weer. La 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 Eurovisie Song Contest. Hey, mam! Andresje Rijk, het is voorbij. Het is gedaan nu met de barbarij. Het kan veel beter in een ongelooflijk kermisgeluid. Meesterlijk, 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 jongens, we gaan lekker knallen. Smaakjes! Gebert Martin, Gebert Martin. Ongelooflijk, maar toch. Gerrit Zalm die sluit alsnog. Met zichtbaar gemak. Een deal met Schröder en Chirac. Prijsje Rijk, het is voorbij. Het is gedaan nu met de barbarij. Het kan weer liggen in een ongelooflijk. Kerkchristelijk. Kerkchristelijk? Meesterlijk, feestelijk, 2004. De man met de langste adem, hè?